Goed, ik wil het even aanstippen. Het is natuurlijk een tijd van ontzettend veel onzekerheden op het ogenblik. Gewoon, wat gaan we volgende week doen? Wat mag en wat mag er niet? Dat is heel direct aan corona gebonden. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel onzekerheden. Die denk ik ook voor jullie loopbaan en voor jullie generatie. Nou, dat is nogal wat. Wat er met klimaatverandering en dat soort dingen boven ons hoofd landt. Dat is heel heftig eigenlijk. Waarvan je nog heel moeilijk kunt voorspellen hoe dat allemaal gaat en tot welke opgaves het leidt. En hoe je daar als vakmens, als stedenbouwkundige, ontwerper, architect, straks iets mee kunt doen. Hoe je daar als het ware ja, iets aan kunt veranderen, iets aan kunt beïnvloeden, welk gereedschap je daar eigenlijk voor in handen hebt. Dus ik dacht, het is in deze tijd van onzekerheden ontzettend belangrijk om over skills te praten. Dus wat is je gereedschap? Jouw eigen gereedschap? Wat je kunt hanteren, ook in nieuwe omstandigheden, nieuwe opgaves die je nog niet kunt voorzien. En ik merk dat in het vak die skills van hoe je nou aantekeningen maakt of dingen ziet en dingen waarneemt, dat wordt een beetje ja, voetstoots aangenomen. En het onderzoek is wat mij betreft dat we het over die skills gaan hebben. En dat je daarin gaat oefenen. Nou, die onzekerheden, daar ga ik niet al te diep op in. Hè. Ze spelen op de korte termijn, maar ze spelen ook op een hele lange termijn. Ze betreffen de samenleving, maar ook je persoonlijke leven. Ik bedoel, ja, gewoon als je zit te studeren en je komt in een lockdown terecht. Dat is echt natuurlijk heel ingrijpend. Terwijl je in een fase zit om contacten op te bouwen, vriendschappen op te bouwen. Ik merk ook de vriendschappen van mijn studietijd. Dat zijn mijn levenslange vriendschappen. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk om daar lekker aan te kunnen bouwen. En dan moet je in je kamertje blijven zitten. En dan moet het allemaal alleen via dat scherm. Nou, dus daar ook creatief in zijn en je daar ook niet van de wijs laten brengen. Nou, ik vind het dus zelf ook een enorme opgave. Toen ik vorige week niet naar Leuven kon, terwijl ik daar het college moest geven, ik was echt gewoon even van. En dan zit ik, godverdorie, achter zo'n scherm. Dan zit ik tegen een scherm te praten. Ik kan die mensen niet zien. Nou, bizar. Maar goed, dan maak je er weer wat van. Nou, die skills, dat gaat ja, over tekenvaardigheden, noemde jij het Frans. Het gaat wat mij betreft eigenlijk over een manier van kijken en een manier van denken. En een manier van maken en van doen. Het moet ook iets actiefs hebben. En dat zou van levenslange waarde moeten zijn. Hè? Voor jouzelf. Het gaat er ook om dat het een middel is om samen te doen. Want, laat ik zeggen, al die opgaves met al die onzekerheden, nou, dat zijn echt opgaves voor de samenleving. Dat kan je alleen de baas door samen te werken met andere mensen. Dat zal je in je werkkring ook, denk ik, heel erg merken als je bij een gemeente zit of bij een bureau. Je bent altijd met andere mensen bezig om iets gedaan te krijgen. En het geheim is natuurlijk toch van wat kan jij in die samenwerking net bijdragen wat de anderen niet kunnen. Want ik zie ook heel veel samenwerkingen en vergaderingen waarbij iedereen een beetje globaal over dingen zit te kletsen. En allemaal een beetje dezelfde ideeën zit te ventileren. Maar dat, ja, hoe maak je nou het verschil? Hoe draag je nou iets bij waardoor andere mensen zeggen, hé, zo kan je er ook naar kijken. Of hé, dat is fijn, want daar kunnen we dat gaan. Dus daarin zijn ook die skills belangrijk. En nou ja, daarin is natuurlijk, je begint niet bij nul, je start in een vakgebied van de stedenbouw en de architectuur. Maar ook soms ouderwetse beroepen, verouderde aspecten zitten eraan, want er zitten ook altijd dingen in die van waarde zijn. En je kunt er altijd van leren, zelfs als je denkt van, ja, met die benadering past niet meer op de opgave van deze tijd, dan heb je nog altijd iets om je tegen af te zetten. Dan is het goed om het te kennen. Nou, dit zijn een paar zinnen uit die Ivan volgens mij had opgeschreven in de opgave van dit project, Intense Stad. Pandemie, migratiegolf, mobiliteitstransities zijn oude bekenden voor de stad en de ontwikkeling van de stedenbouw. Ik vond het erg mooi. Ah, oude bekenden. Cholera-epidemie, milieucrisis, waterverontreiniging. Gaan ze allemaal tegenkomen in Zaanstad.
Ik heb er nog een paar bij gezet, energietransities. Ook absoluut op de agenda. Emancipatiebewegingen, politieke strijd. Nou, als je daar de Zaanstreek induikt, geweldig interessant. Nou ja, klimaatverandering is natuurlijk op de grote achtergrond. Nou, hoe hebben die krachten in het verleden steden doen groeien en intensivering aangejaagd? Maar ik heb de vraag aan toegevoegd: hoe hebben ontwerpers daar telkens weer een eigen draai aan gegeven en er een soort waarde aan toegevoegd? De opgave van meer lucht en licht in de woning, ja, daar hebben ze iets mee gedaan. Daar hebben ze een nieuwe esthetiek op uitgevonden, bijvoorbeeld. Nou, wat ik wil doen is, ik wil eerst iets in het algemeen zeggen over stedenbouw en ruimte, over ontwerp en onderzoek, over tekenen en lijnen. Dat is een beetje mijn inleiding, een beetje theoretisch zou ik kunnen zeggen. Dan heb ik nog een groot verhaal over Zaanstad, ruimtelijke kernkwaliteit. Dat gaat over dit boekje. Dat is vermoedelijk al aan jullie rondgemaild, begreep ik. En dan het derde deel, ik hoop dat het de tweede helft van de ochtend is, gaat over een workshop doen, een aantal oefeningen, overtrekken, benoemen en verbinden. Nou, eerst iets over stedenbouw. Nou, misschien zeg ik een paar dingen die voor jullie gewoon gesneden koek zijn, ook vanuit de academie. Stedenbouw is niet een blauwdruk maken voor architectuur in het groot. Dus als het ware de stad van de toekomst uittekent, en dan gaan we hem bouwen. Dat is een tijd lang wel zo geweest, in de utopische tijdvak, dat ook alles onzeker was en op zijn kop stond. Na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Maar wat we heel erg hebben ontdekt, denk ik ook, de afgelopen decennia, het gaat heel erg over strategieën voor verandering. Er moet ergens ingegrepen worden, hoe ga je dit aanpakken? En daarbij is het belangrijk dat de stedenbouw gaat er eigenlijk over dat je daar hoofdlijnen voor uit kan zetten. Terwijl een heleboel dingen worden door andere mensen ingevuld. Komen architecten, die zetten zijn eigen gebouw en daar mooie plannen in. Of bewoners, die gaan er juist iets heel leuks mee doen. Dus het gaat heel erg over condities. Maar wat heel erg belangrijk is, en wat ik echt wil nadrukken, is: het gaat bij die strategieën en die hoofdlijnen en die condities over hoe die zich aftekenen in de ruimte. Er zijn ontzettend veel mensen in al die vergaderingen, ik ben zo lekker zitten babbelen, die over strategieën gaan en over condities. En ook allemaal belangrijk, hoort allemaal bij. Maar hoe het zich aftekent in de ruimte, hoe je het vormgeving kunt geven in de ruimte, dat is de kern van wat wij doen. Het heeft toch te maken dat er af en toe een beslissing genomen moet worden over waar iets wel of niet komt. En hoe het er dan komt. Hoe je een lijn op een kaart zet. Nou, dat zal je ook vaak meegemaakt hebben in grote sessies, dat iedereen zit te praten, maar voordat iemand durft om een lijn op een tekening te zetten, en voordat iemand dat met een zekere zorgvuldigheid doet, en niet alleen zegt van, nou, doen we dat, maar vijf daar, een grote cirkel daar, klaar. Nee, voordat daar een zekere precisie in komt, dat is een vak. Nou, die ruimte, ja, die zien we hier om ons heen, daar ben je altijd in. Het is heel belangrijk, het is niet een soort neutraal medium, van, nou, er moet iets gebeuren, dus we moeten daar klaar, punt. Ruimte, als je erover nadenkt, heeft een eigen karakter, zelfs een eigen taal. Je kunt het met woorden proberen te omschrijven. Je hebt eigenlijk altijd ook beelden, tekeningen, kaarten nodig om iets over ruimte te zeggen. Het heeft een eigen geschiedenis over hoe er naar gekeken is in de loop van de tijd. Er is op een gegeven moment perspectief uitgevonden. Daardoor zijn we opeens anders over ruimte gaan denken. Er is ook in de kunst is het cubisme uitgevonden, dat je in één tafereel iets af kunt beelden alsof je het van alle kanten tegelijk ziet. Het is ook een andere manier van kijken. Er is het medium film uitgevonden, waardoor je nou begrijpt dat je, nou ja, dat beelden eigenlijk altijd in beweging zijn. En het heeft een eigen werking. Ruimte kan door hoe het in elkaar zit, door zijn fysieke structuur, dingen insluiten of uitsluiten. Het kan bepaalde relaties mogelijk maken. Dat kan zo blokkeren.
dat is natuurlijk in de stad en in het leven verschrikkelijk belangrijk. Dat gaat via fysieke middelen. Of er een deur is, of een looplijn is, of ik kan zien waar ik naartoe ga. Al dat soort dingen. Maar ruimte kan je ook treffen. Dat je opeens denkt, wauw, dit is mooi. Of, weet je, dus, het kan een soort indruk maken als bron van plezier en genieting. Hoe het licht valt, dat het eerst klein is en opeens groot is. Of dat als het heel groot is, dat je toch nog een plek kunt vinden waar je even lekker kunt zitten en daarna kunt kijken. Ook dat nemen we vaak voetstoots aan. En ook dat vind ik belangrijk, dat we ook leren om het daarover te praten. Of inderdaad een taal of een woordentaal of een beeldtaal. Nou, dit is wat we dan noemen dat het ook ruimtelijk aantrekkelijk kan zijn. Dat het ruimtelijke kwaliteit heeft. Dat het niet alleen een soort technisch goede oplossing is die je maakt voor een probleem. Maar ruimtelijke kwaliteit is zelf vaak een instrument om problemen nog beter op te lossen. En als het erom gaat om een bepaalde woonwijk te revitaliseren, dan is het natuurlijk toch ook fantastisch als je het op zo'n manier kan doen dat mensen ook zeggen van, oh ja, dat is zo'n aantrekkelijke plek geworden. Dat is zo mooi, daar moet je ook naartoe. En dus het is een middel, ruimtelijke kwaliteit of schoonheid, hoe je het ook wil noemen. Maar het is ook een waarde in zichzelf, vind ik. Dat komt misschien omdat ik zelf ook een vakmens ben. Maar ik denk, het is ook een uitdrukking van zorg en vakmenschap. En ik denk, ik hoop altijd aan, dat gewone mensen dat ook herkennen en dat voelen. Dat, ja. Nou, er is een prachtige uitspraak over van Richard Sennett, die heeft een boek geschreven over craftsmanship. Een geweldig boek. En die zegt van, ja, vakmanschap gaat er eigenlijk over om iets zo goed mogelijk te maken en zo mooi mogelijk te maken, gewoon voor iets om zich. Omdat het er kan, omdat jij dat wil. Nou, het onderzoek, dat gaat dus wat mij betreft tekenvaardigheden als een middel om de ruimte te leren lezen. En het gaat dus over het zien en herkennen, maar vooral beschrijven en verbeelden, waar ik het al over had, aantekeningen, schetsjes enzovoort. En als je dat doet, dan kan je het vaak ook op een soort conceptueel niveau brengen. En dat doen we niet gewoon in het algemeen. We nemen een concrete ruimtelijke site, zoals de Belgen zeggen, of site. En dat is Zaanstad. En het onderzoek is dus, zoals ik al zei, gericht op de skills van het vakgebied zelf. Het is niet zozeer op al die grote onzekerheden die rondom ons bestaan over het klimaat en de energie en de mobiliteit enzovoort. En die skills, dat is, ik ga erover vertellen en hoop dat je daar wat aan hebt. Maar ook door het zelf te oefenen en te doen en te proberen. En alsmaar met het idee en de hoop dat het je ontwerp zou kunnen voeren. Nou, dat is een heel delicaat onderwerp, hè, want onderzoek en ontwerp. Vroeger was het ontwerp zoiets van, ja, dat is gewoon jouw individuele emotie. Die pak je op papier en onderzoek, dat bestond eigenlijk niet, bij wijze van spreken. Tegenwoordig wordt er heel anders over gedacht, juist omdat het zo op die samenwerking aankomt. Meer vraagt dan alleen een daad van een ego, zou ik maar zeggen. Maar je maakt natuurlijk ook heel vaak mee, dat ja, dan ga je eerst onderzoeken en dan kom je allemaal problemen tegen, dan ga je dat nog beter onderzoeken. Dan denk je, ja, hoeveel ik nou iets op papier zet, wil ik het nog beter weten, dan ga ik wel meer inventariseren. Nou, volgens mij, iedere ontwerper die zal dat bij mij herkennen, dat er altijd een neiging is om liever nog meer te inventariseren en het ontwerp uit te stellen. Nou, dat weet ik nog niet helemaal. Dus dan bouw je als het ware de druk op, waardoor het opeens moet. En dan, nou, soms komen daar fantastische dingen uit.
Maar mijn pleidooi is om, ik denk, deze manier van onderzoeken, met die skills, is ook een manier om eigenlijk al meteen in ontwerpen te oefenen. Hoe je iets ziet en hoe je iets weergeeft. Dat, nou ja, dus afbeelden en natekenen is eigenlijk ook proberen te begrijpen hoe iets in elkaar zit. En dat begrijpen is altijd een constructie die je zelf maakt. Je kunt altijd de wereld om je heen op een bepaalde manier interpreteren. En zeggen van ja, maar ik vind eigenlijk dat is het belangrijker dan dat. En dat, daar zit altijd, om het hoekje ligt het vermoeden van hoe iets kan veranderen. Als het zo is, hey, als je het op een andere manier in elkaar zet, zou het ook zo kunnen. Komt dan denk ik ook vaker op. Nou, en wat ik heel belangrijk vind, ontwerpen is dus niet dat je als het ware eerst een idee in je hoofd hebt en dan is er zo'n papier en lukt, dan projecteer je het erop. Maar ontwerpen is verbouwen. Er is al iets, zeker in de stedenbouw. Als je kijkt naar, Zaanstad, nou, er is al iets, er is al ongelooflijk veel. En als je daarin ingrijpt, dan zelfs dan maak je een plan voor misschien wel 1000 woningen. Je hebt altijd te maken met alles wat er omheen zit, alles wat eronder ligt. En in Zaanstad is het zelfs zo, er is nergens een plek waar een leeg weiland ligt. Ja, buiten de stad, maar dat gaan we niet doen. Ja, maar er zijn gewoon geen lege stukken waar je zomaar het keer kunt gaan. Dus je moet altijd ook beslissen van wat haal ik eruit, wat voeg ik er toe. Dus in het stedenbouwkundig ontwerpen is de site zelf het onderwerp. Het is niet, als het ware, alleen maar de context. Bij architectuur kan je nog denken, je hebt een duidelijke opgave om een gebouw te ontwerpen, met die en die functie. En ja, het moet landen op een locatie, en dat is de context en die heeft invloed. Dat zijn als het ware de condities, de randvoorwaarden. Het woord zegt het al, het zijn de onvoorwaarden in de rand. Nee, in de stedenbouw is de site zelf hetgene, het is gewoon het onderwerp van het ontwerp. Dus de site is het speelveld en de testing ground voor het ontwerp. Dus daarom vind ik het belangrijk om heel op tijd, nu, vandaag, de komende tijd, te kijken naar hoe die site in elkaar zit. Hoe meer begrip je ervan hebt, hoe beter, als je een ontwerpidee hebt, dat je het kunt testen. Van, hé, werkt het? Het is altijd fijn als het even niet werkt, denk ik. Het is altijd goed als het even niet klopt. Dan ben je gedwongen om er opnieuw naar te kijken. En om je eigen ideeën even op waarde te schatten, maar ook om te kijken van ja, in die locatie, misschien moet dat dan toch wel anders. Daardoor kom je verder. En dat moet je alles maar opnieuw doen. Dus verwacht niet dat als je aan het ontwerpen gaat, dat je eerste idee raak moet zijn. Wees tevreden als het niet helemaal raak is en ga aan de slag. En doe het dan gewoon nog 10 keer of 20 keer. De helderheid over of het goed is, die heb je meestal pas aan het eind. Tenminste, dat geldt voor mij. Hè? Vaak zeggen mensen, ja, maar wat was je concept aan het begin? En omdat het concept moet alles maar blijven kloppen. Nou, ik weet vaak pas aan het eind wat het concept eigenlijk is. Ik heb wel eerst concepten gehad. Ik dacht van, hé, dat zou een concept kunnen zijn. En dan, nou, dan klopt het niet helemaal. Dan moet ik het bijstellen. Pas aan het eind krijgt een soort evidentie, doordat je alles doorgewerkt hebt. Dat is ook een beetje in de structuur van de ontwerpoefening in gedachten. Maar goed, daar ga ik nou geloof ik niet over vertellen. Anders gaat het toch gewoon te lang duren. Als het idee is om ook een paar oefeningen te doen in het kader van het onderzoek. Nou, week 2, dat is deze week, dan zitten we hier. Dus we gaan een oefening doen met het lezen van de ruimte aan de hand van de kaart. Overtrekken de nummer verbeelden, kaart van Zaanstad. En volgende week was mijn idee, dan doen we niet een cartografische lezing, maar een lichamelijke lezing. Dan zijn we gewoon in het gebied en dan doen we een oefening kijken, tekenen, vliegen. Nou, dat ga ik volgende week uitleggen. Dat gaan we op locatie doen. En dat heeft ermee te maken dat je gaat kijken en meten via je eigen lijf. Hoe groot is, weten jullie hoeveel hoeveel centimeter het is? Nou, meestal 10.
Ja. Weet je hoe groot je voet is? Nou, zo zijn er meer dingen als je je hand zo. Je hebt dus één. Goed, dit is voor volgende week. Ik vermoed dat er bij elke oefening wat huiswerken uit voortkomt. Ja, het begint dan even ergens aan te ruiken. En ik denk dat het fijn is om er nog even op te kunnen kouwen en dan misschien thuis een soort extra stap te doen. En dan doen we in week 4 is vakantie. Dus week 5 dan doen we nog een keer een terugblik. En week 6 weet ik nog niet helemaal, maar wel een vermoeden. Ik wil het ook heel graag een keer hebben over het Saanse idioom. Al die krankzinnige groene houten bossen die daar staan. En dat soort dingen. En de Zaanse mix? En de Zaanse mix, zeker. Dat komt straks ook al langs. Nou, even over tekenen. En over de cartografische en de lichamelijke lezing. De kaart en het gebied. Ja, dit is een soort fantastische foto van een paar stedenbouwkundigen die proberen een kaart te maken die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Dus ja, het gebied is groot, dus de kaart is ook heel groot. Deze mannen, die is nog voordat de computer eindeloos kon verschalen, die liggen in met een jasje-dasje, dat is nu ergens in de jaren 50. Om die tekening te kunnen maken, moet je, nou ja, ik weet niet wat je allemaal moet doen, maar... Dus ene werkt aan de Warmer 4 en de andere aan de Kogelveld. Ja, 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 ja. Nou, dus, dat is ook zoiets, hè. Dit is even heel overdreven, zal ik maar zeggen. Maar hier zit natuurlijk een enorme kern in voor onze skills. Het gaat altijd over scaling, over verschalen, over hoe iets wat groter is dan jezelf, hoe je het kunt verkleinen tot een formaat van een A4'tje, wat kleiner is dan jezelf. Of, nou ja, en een formaat te maken dan, daar gaat het over straks over. Dit is een geweldige tekening van Sol Steinberg, een tekenaar, een soort cartoonist. Ja, ik denk voor 2000 vorige eeuw. En hij leeft niet meer. Hij is opgeleid als architect trouwens. Maar die, nou ja, dit is echt een geweldige tekenaar die dus dat medium van hoe je nou tekent, daarmee weet te spelen op een manier dat je, want dat zegt elke keer ook heel veel over tekenen zelf. Dus het gaat over verschalen en het gaat over lines, over lijnen. He, want, nou ja, een schilder die met zijn borstel die, he, die maakt ook vlakken, maar meestal werken wij toch vanuit lijnen. Daarin ligt het heel dicht tegen het schrijven aan. He, vandaar ook dat ik zeg, ja, aantekeningen maken of een krabbeltje, het ligt heel dicht bij elkaar. En dit is natuurlijk een geweldig tekening, want ja, wat is dit nou? Het is een tekening die een handtekening wordt. Dus het is van schrijven naar tekenen of naar afbeelden. En het is helemaal geweldig dat uiteindelijk de hand die tekent zit in de tekening zelf. Dus er zit zoiets in van, nou ja, je kunt dus in het tekenen ook dingen die, ja, moet je zeggen, in die vorige tekening kan hij zichzelf naar binnen halen en hier in zekere zin ook. De hand waarmee getekend wordt, wordt onderdeel van het tekenen zelf. En wat ik hier ook erg interessant aan vind, is dat het heeft bijna iets van alsof hij een vergissing gemaakt heeft. Dat hij een handtekening zet en denkt van, oh hé, daar kan ik ook een... Het wordt opeens per ongeluk een tekening. Per ongeluk een handtekening. Dat noem ik de creatieve vergissing. Kom misschien nog wel eens terug. Goed, dit is even heel... abstract, maar in deze tekening heel concreet. Als je nou denkt over verschalen en over lijnen en een kaart maken en daar vat op krijgen, nou, wat gaan we doen aan de hand van Zaanstad? Nou, dit is even een kaart van Zaanstad, ik denk van 150 jaar geleden. En ja, ik vind hem, hij heeft bijna zoiets als die gekke tekening van Steinberg.
met een soort kronkellijnen en dan hangen er dingen aan en dan... Het lijkt regelmatig en het wordt een soort krakelee en... Nou ja, wat gebeurt hier allemaal? Nou, daar gaat de rest van het verhaal straks over. Daarvoor heb ik één ding, dat hoort nog een beetje bij het theoretische deel. Als het gaat van welke lijnen kun je nou onderscheiden op de kaart, heb ik een paar categorieën bedacht. En dat heeft ook iets te maken met hoe die lijnen tot stand komen. En nou ja, de achtergrond is natuurlijk dat de lijnen op een kaart, dat is niet zomaar een grafisch spelletje, dat gaat over sporen van dingen die in de loop van de tijd in de stad gebeurd zijn. Van hoe rivieren zijn gaan stromen, hoe snelwegen zijn aangelegd, hoe straten zijn ontstaan. Dus de lijnen verwijzen ook naar zekere kracht, zou ik kunnen zeggen. En daarmee zit er eigenlijk een bijna al een soort geschiedenisverhaal in verscholen. Hoe kun je dat nou uit elkaar halen? Nou, ik heb hier vier categorieën genoemd. Die komen zo dadelijk langs. En dat zijn dan... Vervolgens in de werkelijkheid is het dan toch weer anders. Dit zijn vier categorieën. De meeste lijnen in het landschap zijn uiteindelijk hybride lijnen. En het een beetje dit en een beetje dat is. Of ze liggen over elkaar heen in verschillende lagen en beïnvloeden elkaar. Nou, natural lines, natuurlijke lijnen, die zijn denk ik heel erg aanwezig, zeker ook in Zaanstad. En die gaan eigenlijk, ja, hoe zijn die tot stand gekomen? Niet doordat iemand ze bedacht heeft, maar doordat materie en natuurkrachten als het ware op elkaar inwerken. Die oefenen kracht op elkaar uit. Ja. Die botsen of die sturen elkaar. En dat gaat over water en over grond. Het gaat dus ook over vloeistof en vaste stoffen. Dingen die stromen en dingen die weerstand bieden. En het fascinerende is dat je dat krachtenspel van eigenlijk vloeibaar en vast, van water en land, dat kun je, nou ja, als je om je heen kijkt, op bijna alle schalen aantreffen. Dit is een stukje strand in Bretagne. En hier zie je het al gebeuren, hoe het water van een beekje over het strand naar de zee zijpelt. Of hoe water met vloed binnenkomt en met eb weer afstroomt. Hoe daardoor het zand afvalt, hoe dat bijgestuurd wordt door een rotsblok wat erin zit. En het grappige is dat die patronen van samenvloeien, van vertakken, van uitslijten en aanslibben, hoe je die op deze schaal aan kunt treffen, oh, dit kun je nou helaas niet lezen, lichtblauwe lijntjes. Dit is een, ik zal het je dan vertellen, dit is een kaart van Europa. Met hier de Alpen. En dan stond hier de Rijn. En dan hier vertakt hij zich. In Nederland dan komt hij uit de kust. En komt de Maas erbij. En de Schelde komt erbij. En zo meer ligt erin. En dan zie je de kustlijn zo uitwaaien. En eigenlijk zie je daarin hetzelfde vormenspel als in die vorige dia. Van die bochten uitslijten, aanslippen. Vertakken, samenvloeien enzovoort. Dus dat is een soort ja, bijna eindeloos spel op alle schalen tegelijk. En tegelijkertijd, het is ook alsmaar veranderend. En dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld van hoe je dat nou eigenlijk tekent. Nou, dit is een tekening van Leonardo da Vinci. En die probeert de bewegingen van water te tekenen. Hier komt water uit een opening en die komt in een bassin. En ja, ik vind het een leuke tekening. Je ziet gewoon hoe die. Dit is evident van wat gebeurt hier nou allemaal. Dus hij heeft eigenlijk met zijn hand in het tekenen bijna de bewegingen van het water nagedaan. De grote bewegingen, hier begint het te krullen, daar begint het te borrelen. En dus hij heeft het waagstuk begonnen om. Iets wat altijd beweegt, in een tekening te fixeren, maar tot uitdrukking, die beweging toch tot uitdrukking te brengen.
Nou, dit is een van mijn workshops, masterclasses op de TU. En hier is een student, is eigenlijk bezig om, ik weet niet of je het herkent, de bocht in de Maas, Moedereiland, daar zit hier ergens. Die is met houtskool eigenlijk een beetje hetzelfde aan het doen. Die maakt bijna met haar handen de bewegingen van het water. Hè, van hoe dat in die bocht slijt, die bocht maakt, uitstroomt. Dus nou, daar zit bijna een soort fysieke herbeleving in van hoe het water beweegt. En dan is houtskool geweldig, want daar kan je enorm mee. Het is een beetje inslijten, je kunt het een beetje uitvegen. Je kunt heel veel nuances aangeven. Met een roteringpennetje, zal ik maar zeggen, met een heel hard pennetje, is dat veel moeilijker. Dan moet je een andere manier vinden. En dit is een kaart van een Harold Fisk uit 1942. En die heeft eigenlijk een beetje iets vergelijkbaars gedaan met het langs de Mississippi in Amerika. En die heeft, kijk, dit is ongeveer hoe de rivier nou stroomt. Dat is een beetje zo dit. Er zitten ook afsnijdingen in. Hij heeft geprobeerd om in één en dezelfde tekeningen, de 20 verschillende manieren waarop de rivier gestroomd heeft in de loop van de tijd, om die in één tekening te laten zien. En dat doet hij aan de hand van, ja, hij kan het aan grondsoorten, kan hij dat zien, hè? Van waar bepaalde grondsoorten zijn afgezet, dus, oh, moet de rivier vroeger zo gestroomd hebben. En maar dat kan je hier in het rivierenlandschap, in de delta, kan je dat ook vaak zien. Dus dit is eigenlijk een soort kaart waarbij je niet alleen de bewegingen van het water laat zien, maar ook de veranderingen van die bewegingen in de loop van de tijd. En hier kijkt hij dus in één tekening misschien wel 10 eeuwen terug. Hoe heet deze dan? Harold Fisk. F-I-S-K. Dat is een nieuwe studie van die... Ja. Ja. Die baseren zich op zijn werk. Nou, dan hebben we een volgende categorie. Dat noem ik de lines of the field. De lijnen die tot stand komen. Niet zozeer doordat natuurkrachten op elkaar inwerken, maar doordat dieren en mensen bewegen door het landschap, een bepaalde sporen volgen en daarin bepaalde routines ontwikkelen. En doordat dat alsmaar herhaald wordt, dat zich dat in gaat slijten in het landschap. En vervolgens de bewegingen van die mensen ook gaat sturen. Dus het is bijna een soort zichzelf vormend proces, waardoor uit individuele acties structuur ontstaat. En ik vind het dus heel interessant, dit kunnen dus handelsreizigers zijn, het kunnen boeren zijn die water gaan halen, het kunnen ook kettles kunnen zijn, hè? Kuddes, bisons of zoiets. Of, Pelgrims kan ook, hè? Dus ook eeuwen en eeuwen opnieuw naar Santiago de Compostela lopen. Ik hoop dat je dit een beetje kunt zien. Frans weet waar dat is. Ik vind het... Hier zie je zo'n line of the feet. Hier loopt hij, hier. Loopt iemand met de fiets en dan verdwijnt het achter de heuvel. En hier zie je een lijn doorlopen. En daar zie je ook een lijn doorlopen. Dus dit is één van, dit is zo'n spoor wat uitgesleten is. En wat ik het fantastische hiervan vind, is dat ook hier heb je eigenlijk een doorkijkje in de tijd. Je weet waar deze man een half uur geleden was. Ongeveer. Ja, daar, hè. Andersom, als jij die kant op loopt, kun je je al voorstellen van oh, dat straks het gaat nog verder in de tijd. Je kunt je opeens ook voorstellen van oh, hier hebben al duizenden jaren mensen gelopen. Of dieren. Dus je bent opeens niet alleen meer op één plek op dit moment, maar je kunt de ruimte lezen
als iets waarin jouw acties zich in de tijd ontplooien en hoe die ook zich nestelen in de geschiedenis van andere mensen. Ik noem dit ook altijd een narrative line. Er zit een heel verhaal in deze lijn. En dit is natuurlijk een heel bijzonder en op een bepaalde manier heel romantisch landschap. Maar dit geldt voor alle lijnen die om je heen zitten. Als je hier buiten gaat staan en je kijkt de Koolhaven af, zie je ook van, hé, ik kan straks de bocht om. Hé, daar weet ik het even niet meer. Er zit daar een brug, het zou daar achter zijn. Zie, je kunt in je hoofd altijd de samenhang in de tijd en in de ruimte proberen te lezen. Lijnen kunnen daar ook eens een behulpzaam samen mee zijn. En soms kunnen ze heel verwarrend zijn. Is dit Engeland? Wat zeg je? Is dit Frankrijk? Dit is Dartmoor. Ja. Vlakbij Drogocast. En dit is... Nee, onze... Nou, dan ben ik weer een naam kwijt. Daar. Nou, en dit is gewoon een kaartje van dat wij een keer gemaakt hebben. Dit is Ede. Dan zie je hier een soort lange lijn. Dat heeft te maken met langs de Veluwe. Waar vroeger veel verkeer op zat. En hier zie je allemaal lijnen die vanuit het dorp met je kuddes of voor je landbouw een stukje bos in loopte en weer terug ging. Hoe zich dat gevormd heeft, hoe het een beetje naar de hoogtelijnen zich gevormd heeft. En zo en zo. Nou, zo kan je, hè, in allerlei situaties kun je dit soort lijnen omschrijven. Ja, zeg maar. Hoe word je die lijn herkend in de stad? Want op een plek zoals in Engeland met de groen, dan kan je ze wel herkennen. Ja. De stad is altijd een tegenwoordig. Ja, dat is grappig. Je kunt dus eigenlijk die voetafdrukken niet meer herkennen. Nee, we hebben juist alles een beetje glad gemaakt, zodat je geen last hebt van de voetafdruk van iemand anders. Maar wat je wel heel vaak ziet, is dat die tegelpaden aangelegd zijn op het spoor wat er vroeger liep. En op die manier, in Ede is het zo, ja, hier kan je bijna voorstellen dat dit tot stand is gekomen door... Misschien wel een schaapskudde die een beetje zo'n weg gezocht heeft. En dan lag er daar een graspolletje en dan ging het eromheen. En dat is ingesleten en vervolgens is het een tegelsgewicht. Dus je ziet niet meer letterlijk de afdruk van de voet, maar je kunt wel, als het ware, reconstrueren van nou, dit moet wel duidelijk daarmee te maken. Dus het is ook een beetje interpreteren natuurlijk. Hè. Het zit ook een vrijheid in, van hoe je er zelf een verhaal over kunt. Maar in Nederland hier op de vlakbij heb je dus een kerkerpaden. Lopen dus door de landen voor de boer om naar een kerk te gaan. Echt, daar heb je toevallig in het land laten zien. Echt een ingesteld pad. Ja. Maar de meeste zijn intussen betegeld. He, dus het is als het ware de kunst om de beeldtaal, de vormtaal te ontdekken, die met dat, je bent wel doelgericht, maar je reageert ook de hele tijd een beetje op een effect. Waardoor het een soort, het is doelgericht, maar ook onregelmatig. Dat is ook aan zichzelf in België geweest, daar heb je de steden even. Ja. Hier waren van mij zijn overleden geweest, waar wij dus de steenweg eindigden, steeds in de oude lijnse steenweg. Ja. Steeds hetzelfde weer, ze hebben helemaal weer boeken gedaan. Dus dat is het gaan we vaak in de archeologie, dat je hier ook bij Marco hebt, zeg maar. Ik weet dat ik, als je dat graag hebt, iemand onder heeft gezeten. Ja. Daarmee kan je wel een hypothese vaststellen. Ja. Nou ja, je kunt vaak door bijvoorbeeld oude kaarten erbij te halen, dan zie je soms, er zijn natuurlijk een heleboel dingen nieuw aangelegd en toegevoegd, maar als je de, als het ware afpelt en teruggaat in de tijd, dan zie je vaak van, oh, hier liep eigenlijk een onverhouden weg. En als je nog verder terug gaat zien, maar eigenlijk was het alleen maar deze weg. En al die zijstraten zijn er later bijgekomen. Dus dan, ja, dan zie je al een beetje, dan kan je het pad terug in de tijd volgen. Nou, dus een volgende categorie is eigenlijk ook een beetje die categorie van de jonge, van die Belgische steenwegen. Dat zijn de lines of the brain. Dat zijn de lijnen die niet tot stand komen doordat
mensen, weet je, of dieren hun voeten ergens neerzetten, maar doordat er iemand, ja, met een stuk papier of met een reglement op een kantoor heeft gezeten, bij wijze van spreken, en heeft bedacht van, en dit gaat heel vaak over situaties van koloniseren, of van heel veel in korte tijd ontwikkelen en bouwen, en van toegankelijk maken, woest land wat ingedeeld moest worden. En dan is vaak geometrie het middel om, als het ware, nou ja, vanuit je hoofd te bedenken van nou, als we die lijn oost-west trekken en dan richt daarop een lijn noord-zuid en als we dat dan om de zoveel tijd herhalen en dan daartussen kunnen misschien net kan een landbouwbedrijf functioneren of er kan een gebouw neergezet worden of je kan het indelen in eigendommen, zodat er weer iets op gebouwd kan worden. Dus die worden als het ware vaak over een bepaald landschap heen geprojecteerd. Dit is een stukje Barcelona, nou, dat ken je waarschijnlijk allemaal wel, dat klonk van Cerdà. Dat was destijds in 1850 echt revolutionair, dat iemand zo'n soort plan voor een, nou ja, echt een hele stad ontwikkelde. En die hele stad is ook zo gebouwd. En het ziet er qua blokjespatroon redelijk saai uit. En het is natuurlijk een geweldige stad. En levendig. En wat ik in deze foto altijd zo waanzinnig intrigerend vind, is dat er één schaduwlijn is. En er zijn zelfs gebouwen die eigenlijk meer op die schaduwlijn gericht zijn dan op die rechte lijn. Dat zit ze zelfs hier naar achter. Dus mijn vermoeden is dat hier al een line of defeat liep. En dat het patroon van de lines of the brain eroverheen is geprojecteerd. Ja, dit stond er al, dus dan moesten ze wel rekening mee houden. Dat kom je meer tegen. Dit is een stukje Manhattan. Ook dat is, dat was nog eerder, 1810, ook revolutionair. Het was nog allemaal laag op het land. En er zijn, dus is een bestuurders geweest die hebben gedacht van nou, er komen miljoenen mensen naar de Verenigde Staten toe, kolonisten, en die moeten allemaal ergens wonen en een stukje land kunnen kopen, moeten kunnen bouwen en dan delen we dat hele schiereiland in, volgens een soort regelmatig grid. Maar ook hier loopt één lijn doorheen, dit is Broadway, dat kan je niet heel duidelijk zien, en als je in New York geweest bent, dan ken je dat wel, hè? Dat, grid met die straten, dat is helemaal regelmatig. En er is die ene schuine lijn die er doorheen wiebelt. Maar dan opeens ook gekke bouwblokken met van die taartpunten. En pleinen die een beetje gek uitlopen. Zoals Times Square. Ja, dat zijn opeens de plekken waar iedereen herkent het ook aan. Oh, dit is. Nou, en dit is een detail uit Manhattan. En daar kan je zien hoe dat systeem van die gridlijnen ook ertoe dient om het grondgebied in vakken op te kunnen delen. Die zijn dan eigendom, dat kun je opbouwen, het eigendom kun je verhandelen. Dus het was ook een manier om het hele landschap toegankelijk te maken voor marktmechanismen en voor kapitalistische ontwikkeling. Waardoor je gewoon kon handelen in de grond, kon speculeren in de bouw enzovoort. In dat opzicht, nou ja, er zitten heel veel kanten aan. Hè? Het is, en tegelijkertijd is natuurlijk het systeem van die straten ook de ruimte waar langs we bewegen. De openbare ruimte. Dit is een tekening van Louis Kahn. Dat gaat eigenlijk ook over dit systeem van Philadelphia. En hij heeft het niet over wat er in die bouwblokken gebeurt, maar over hoe de circulatie van bussen, trams enzovoort, door die straten gaat. En dat oude straten met een hele veel soorten bij elkaar en doet het met pijltjes. Je ziet als het ware, vind je pijltjes, zie je de beweging gebeuren. En de ene pijltje is een auto, een andere pijltje zijn mensen, een andere pijltje zijn bussen.
En soms zijn ze allemaal gecombineerd, maar soms is het uitgesplitst. Soms gaat het in spiralen. Dan gaat het in een parkeergarage. Gaan die auto's omhoog en worden ze daar gestapeld. Dit is metabolisme. Hè? Ja, dit is metabolisme. Ja. Nou ja, ook hier is weer hè, het interessante. De kaart zelf is statisch. Maar het gaat natuurlijk over dingen die bewegen en die veranderen in de loop van de tijd. En hoe je daar nou vat op kan krijgen, en daarom is dit ook, vind ik, een hele interessante techniek. Nou, dan hebben we nog een categorie lijnen, en dat zijn lijnen waar je beter niet op kunt wandelen. De lines of the feet, dat zijn lines guiding wheels. Hè. Dat zijn lijnen die eigenlijk voertuigen dirigeren, treinen. Een radicaal inrichtingssysteem. Hier zijn de bewegingen niet omdat je op een onregelmaat kunt reageren en een stap opzij kunt zetten. Hier zijn alle bewegingen gecodeerd. En via seinpalen en wissels, als het ware in spoorboekje gezet. Hier gebeurt dit op dat moment en iets anders niet. En even later kan er, als je iets een klepje verandert of een wissel verzet, kan er iets anders gebeuren. En dit zijn natuurlijk manieren om, waardoor opeens heel veel mensen in hoge snelheid zich kunnen verplaatsen, zonder dat ze spontaan en in interactie op elkaar moeten reageren. Nee, er zit ergens een commandopost in het zijnhuis die zegt van wissel zo, die trein mag erin, wissel zo, die trein mag eruit. En in feite is dat natuurlijk een soort systeem wat je in het snelwegennet ook tegenkomt. Hè? Met je auto over een lijn in één richting, scheiden middenberm, auto in de andere richting, een afslag die je mag nemen in de ene richting, niet in de andere richting. Stop, rij terug, hè? Dat ken je nog, een bord bij een snelweg oprit, moet je geen fouten in maken. Dus dat is een heel erg gecodeerd systeem, wat natuurlijk voor onze hele samenleving echt revolutionaire impact heeft gehad. De uitvinding van de trein, de spoorlijnen die tot stand kwamen, daardoor is de hele wereld eigenlijk veranderd. Nou, met snelwegen, mobiliteit, auto's, evenzeer. Met auto's natuurlijk het ingewikkelde dat deze auto zit even later in zo'n straat waar ook die mensen gewoon spontaan over willen steken. Nou, ook dat heeft de stedenbouw natuurlijk heel diep beïnvloed. Hoe kunnen we met die botsingen en conflicten omgaan? Dit is volgens mij een stukje autobaan uit, uit de 30e jaren. Heel fout. En dit is hoe dat dan vervolgens is, want dat is natuurlijk ook. Ja, die Duitse autobanen hadden natuurlijk een dubbel doel, dat ook militair. Dat we gewoon volstrekt duidelijk over zijn. Maar ze hadden ook een bepaald, gek genoeg, een bepaald esthetisch doel om het Deutsche Landschaft zichtbaar te maken en toegankelijk te maken, waar je met zo'n open auto relaxed van de heuvels kon genieten en van het Deutsch toen bewust kon zijn. Als je die lading eraf haalt, gaat het ook over zweven in het landschap. En overigens ook over narrative lines. Hier gaat het om. Het zou erachter zijn. Er wordt een verwachting opgeroepen. Je gaat in je geest. Weeg je al naar waar je straks gaat zijn. Je kunt terugkijken. Dat was een meneer, de baas van het Duitse autobaanprogramma, die heette, maar liefst, ingenieur Todt. T-O-D-T. Toepasselijke naam. Hij is ook niet goed aan zijn einde gekomen. Hij is in 1943 in een vliegtuig neergeschoten. Toen vermoed dat hij ook toen met andere dingen bezig was. Hij zat in de logistiek uiteindelijk van de hele oorlogsmachine. Maar dit had toch ook Amerika kunnen zijn? Ja,
Dus er zijn ook, dus dit is even één bron van de Duitse autobaan. Maar je had in Amerika de parkways en die gingen eigenlijk ook over de genieting van het Amerikaanse landschap. Van ook dat die nieuwe wildernis die daar opengelegd was in de ontdekking van de natuur. En hoe je dat met een auto, met de Amerikaanse uitvinding, met de Ford en zo. Dus dat was het niet de Dodge toen in die zin, maar to enjoy American shit. Dat kun je nog ervaren van Amerika. Ja. 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 En ook dit is dus een heel vakgebied, hè? Dat is toen zo'n beetje ontstaan, eigenlijk uit de landschapsarchitectuur. Vroeger ging het over hoe je mooie wegen maakte van een koetsje door een landschapspark. Dat ging ook over genieting van de ruimte. En dat is als het ware vertaald naar hogere snelheden, grotere afstanden in Amerika, maar ook in Nederland. Bij Rijkswaterstaat zat een grote afdeling wegontwerp met landschapsarchitecten, die zelfs een Nederlands landschap nadachten: hoe scherp moeten we die bochten maken? En moeten we die bomen nou juist langs de weg planten of juist in groepen op afstand? Hoe maken we ritme in de weg? Hoe creëren we overzicht? Hoe zorgen we dat er voldoende afwisseling is? Want anders dan sukkelen de automobilisten in slaap. Nou, dat. Maar goed, dit systeem van dat zweven door het landschap, dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon geland in onze steden. Dit is klein voor het plein. Het blijven op het Vroegspark. En dan zie je echt dat ja, die enorme bundels snelwegen die. Die snijden, die leggen inderdaad wel verbindingen op afstand. Dus het is heel fijn dat je met je vrachtwagen scheepsgoederen hup naar het roergebied door kunt rijden. Maar ze delen ook de stad ontzettend op in onderdelen, in barrières. Dus het zijn geen onschuldige lijnen. Ze hebben een enorme impact. Ze bieden winst, zal ik maar zeggen, op de afstand. Maar ze bieden ook heel veel. Ze creëren heel veel problemen naar hun omgeving. Nou, dit is Plein voor het Plein, de snelweg naar het oosten, getekend. En hier, dit is een kaart uit de voorstudie voor mijn boek over Rotterdam, Rotterdamse stedelijk landschap. Hier heb ik eigenlijk ook de kaart proberen te reconstrueren van hoe nou die National Lines, de rivier, en hoe de lines of the brain van de verkaveling, die eigenlijk regelmatig zijn. Niet helemaal regelmatig, een korte rivier, natuurlijk iets meer. En dan dat systeem van die grote stroomlijn, vloeiende beweging over de grote afstand, waar je lekker over kunt schudden, hoe die samen als het ware het kabinet vormen. Nou, dus in het echte landschap bestaan al die categorieën door elkaar heen. Hè? Dat is dezelfde een landschap wat alleen maar uit lines of the brain bestaat. Die vormen samen specifieke patronen of composities. De ene keer zijn ze waaiervormig, dan zijn ze regelmatig. In Zaanstad komen we straks ladderstructuren tegen. Heel vaak zijn ze concentrisch, maar ook vaak net niet. Die patronen die zijn heel vaak liggen ook over elkaar heen. De ene categorie lijnen die heeft andere wetten. De snelwegen volgen andere wetten dan de lijnen waar je langs moet kunnen wandelen. Soms gaat het heel goed samen, maar heel vaak zijn er ook enorme conflicten tussen die patronen. En dat zijn allemaal, vertellen ze een stukje geschiedenis. En ze bieden ook een soort weerstand. Je kunt ze niet zomaar uitgunnen. Want ja, ze beantwoorden aan hele oude bewegingspatronen, maar er is ook niet geïnvesteerd voordat je een snelweg uitgunt. Ja, dat moet niet zo nieuws voor in de plaats komen. Dus daarom is het begrijpen van waarom lopen die wegen zoals ze zijn heel belangrijk, want als je er iets aan wilt veranderen, moet je ook een goede uitzoeken. Dit is mijn schets over hoe dan die verschillende lagen liggen. Hier heb je eigenlijk het patroon van de rivieren, de dijken en het water.
in één laag getekende straten. En dat zijn dan voor een deel lines op de brain, maar je ziet in Rotterdam zijn dat. Dat heeft ook de verschillende stedenbouwkundige modus gevolgd. Dus het ene decennium bedachten ze zulke patronen en even later weer de volgende. En dat is een soort enorme kopie geworden. En vervolgens het grote frame van die stroomlijnen eroverheen. En mijn theorie, maar dat gaat dat andere boek over, is dat stedenbouw gaat er heel vaak over, hoe je lijnen elkaar beïnvloeden en hoe je dat kunt verbeteren. Dus waar je de conflicten eruit kunt halen en hoe je ze beter passend kunt krijgen. En nou ja, het andere is natuurlijk dat die lijnen liggen als lagen boven elkaar, maar het zijn ook, soms beginnen ze met een regelmatig systeem, maar worden ze hybride, vervoegen ze zich naar iets anders. In het Nederlandse landschap, hier is het ei. Hier ligt de aanzet van Amsterdam. Hier ligt de aanzet van de Zaan. Dit laat vooral zien van hoe het verkabeld is met die slotenpatronen. Het zijn grotendeels lines of the brain. In de middeleeuwen al bedacht vanuit een klooster of een landheer van de oude. Als we gaan ontginnen, als er kolonisten komen, zoals in Manhattan. Dat waren dan lijfeigenen die mochten daar sloten graven en een eigen boerderijtje beginnen. Dan doen we dat ongeveer. Gaan we het op die manier verkaveren? Maar ja, die maakt een hoogte zo. Een beetje mee. Waaiervorm. Oh, dan komt er best een ander systeem op af. Dan krijgen we. Nou, dat moet hier nog wel. Het ene systeem botst tegen het andere systeem. Nou. En hoe zit dat nou in zo'n stad? Ik geloof dat we even. Even een moment voor pauze. Zaanstad, de weerwar van lijnen van Zaanstad. En het ook een beetje het ongrijpbare van Zaanstad. Het is een stad. De stad heeft bijna geen echte bodem. Ja, over wetness gesproken hadden we het net over. Het zijn gradaties van natheid eigenlijk. Het is drijvend veen, een grasmat. Als je erop springt, dan voel je het veren. Het is eigenlijk gewoon bijna een soort moeras. Waarin het land en het water bijna op hetzelfde niveau ligt. Er zijn heel veel plekken, het is soms maar 10 centimeter verschil. In de moderne situaties is het dan opgehoogd en is het wat meer verschil. Maar het is bijna een stad zonder bodem. Waar alles lijkt te drijven. Dit is een tafereel van de Zaan. Dit is een schilderij van Monet. De impressionistische schilder. Die heeft in Zaanstad in 1874 geloof ik. Iets een serie van 20 schilderijen gemaakt. Nou werkelijk echt fantastische schilderijen. En die gaan helemaal over het water en de lucht en hoe dat spiegelt. En hoe huizen en bomen en priëlen en boten, het lijkt alsof het allemaal drijft. In dat schitterende licht. En alsof je het weg kunt nemen en weer in kunt wisselen. Monet, de grote Monet. Die heeft 3 maanden in Zaanstad doorgebracht en daar een hele mooie serie schilderij gemaakt. Dit is de Zaan met een soort afwisseling priëlen, stijgers, trappartijen, hele mooie bomen, een molen in de verte. Dit is dezelfde plek, denk ongeveer 70 jaar later en nu 70 jaar geleden. Laten we zeggen ongeveer 1950. De Zaan, een stomende rivier met, nou ja, je hoort het bijna, hè? Het stoomfluiten van schepen, dreunende machines, brullende fabrieksirenes, een superbedrijvige wereld. Daar gaan we nog vaker tegenkomen. Dit is een opname uit ongeveer dezelfde tijd.
wederom een verzameling van gekke, ongelijksoortige dingen, schepen, bruggen, hooghuizen, gestapeld, onderdeel van een gasfabriek. Enorme cilinders van die gasdingen, dat waren uitschuifbare constructies. Het gas dat daar geproduceerd werd, was er veel meer van op een schot, hoog, inderdaad groot gebruik werd, schot ik weer laag. Dit torende 50 meter hoog boven die kleine huisjes uit. Nou ja, dus als het nodig was, haal je ze ook weer weg. Heel veel houtbouw, daar ga ik nog een keer apart op in. Maar lichtgewicht constructies, ja, stond in de weg. Pakt je het op en dan zet je het ergens anders weer neer. Nou, dat is een traditie die tot in de huidige tijd. Waar het huidige verlicht gebouwd was, was het een massa. Ja, dat had het met maar de twee redenen voor de houtbouw. Daar ga ik niet veel over zeggen, maar daar ga ik een andere keer nog op in. Maar dat had te maken met inderdaad lichtbouwmateriaal. Je hoeft het niet heel zwaar te funderen. En dat had te maken met scheepsbouw. Dat was een enorme scheepsbouwindustrie. Er was dus heel veel hout. Dat had weer te maken met molens en houtzaagmolens. Er was heel veel vakmanschap om met dingen met hout te doen. En dat kan je ook vaak in de architectuur. Ja, dus wat dat betreft, Zaanstad is ook een zelfgebouwde stad. Dat kan, dat in die oude bebouwing kan je het zien van, nou ja, iedereen die bouwde een eigen huis. Het was van de vrijwaarder, van arm tot schatrijk. Nou, dus een stad van hele onverwachte combinaties van dingen en ook bizarre contrasten, die af en toe bijna, nou ja, surrealistisch zijn. Dit doet mij altijd denken aan het schilderij van Magritte, waarbij God zelf allemaal huisjes uit een grote zak heeft geschud. En ik weet niet of je dat schilderij kent, maar in ieder geval ook zoiets van dat nou. Soms ook heel pijnlijk hoor. Ik weet niet of jullie al op locatie geweest zijn, maar er zitten soms ook een soort botsingen en conflicten in. Nou, je zult het wel een beetje kennen. Dat je denkt van, oeps, waarom hebben ze dit nou toen zo gedaan? Nou, dus het is een soort stad, een eigen bouwstad. Het is in zekere zin een stad zonder stedenbouw. Het is een stad van rare combinaties, onverwachte contrasten. Van af en toe verrassend en af en toe pijnlijk lelijk. Hoe vind je daar nou als het ware een paar hoofdgedachtes in die enigszins sturend kunnen zijn in wat je gaat doen als je 20.000 woningen erbij moet bouwen. Dus, het is een stad zonder stedenbouw, is dat een stad zonder lines of grain? Nou ja, dat. Ja. In ieder geval, de beslissingen die zijn vaak niet door een heel overkoepelend plan van tevoren genomen. Ik vergelijk het altijd met Amsterdam. Dat is natuurlijk bij uitstek een stad met de hele grachtengordel. Ja, dat is gewoon echt. Daar kan je ook de tekeningen van terugvinden in de archieven. Het is gewoon helemaal bedacht. Zaanstad is heel erg een stad van hybride lijnen. Dus er zijn wel degelijk lines of the brain. Daar kom ik zo dadelijk nog wel op, maar het verkaveringspatroon is in die kloosters en bij die landheren toch wel ongeveer bedacht. Daar zijn regels voor bedacht. Er zit ook een zekere geometrie in, maar die geometrie is alsmaar vervormd en onregelmatig. Dit heeft ook te maken met de omgevingsvisie. Daar ga ik jullie niet mee vervelen, maar het is nou ook wettelijk voorgeschreven dat als je een plan maakt voor de stad, een omgevingsvisie, dat je dan ook zegt van, ja, wat zijn nou als het ware de kernwaarden, ook in ruimtelijk opzicht, waar je bij plannen rekening moet houden. En we hebben 10 ruimtelijke kernkwaliteiten. En nou, die komen straks allemaal langs, in verschillende maten van snelheid.
En het gaat eigenlijk, als je die zo'n beetje langs loopt, dan vertellen die ook iets over episodes. Dus eigenlijk is het ook een beetje een geschiedenisverhaal. En elke episode, daar zijn dingen in gebeurd en die hebben tot bepaalde structuren geleid. En die structuren, daar kan je nou nog steeds dingen van terugvinden. Oh, dat kun je bijna niet zien, hè? Land van wind en water, daar begint het mee. Ook bijna letterlijk, hè? Een grote moerasvlakte tussen de duinen langs de zee en de vroegere Zuiderzee in het binnenland. Wat ik zei, gradaties van vochtigheid, nauwelijks vaste voet onder de grond. En hier heb je het ei, hier liggen ergens de duinen, daar ligt de Zuiderzee, hier ligt ergens Amsterdam. En hier loopt de Zaan als een soort zijtak van het ei oorspronkelijk. En daarin tekende zich oorspronkelijk alles van het eiland af. En het is eigenlijk begonnen met dat boeren of kolonisten zich vestigden langs twee lijnen. Die lijnen lagen niet van het grote water, lagen niet aan de Zaan, maar juist een beetje meer in de binnenland. Het had een beetje te maken met hier een paar drogere oeverwallen lagen, een soort grondruggen met een wat stevige grondslag, waardoor je niet meteen tot je knieën in de drek wegzakte. En van daaruit is men sloten gaan graven. Hier zie je dat. Dit is gewoon een luchtfoto nagetekend van nu. Dat patroon kun je nog helemaal herkennen. De boerderijen langs de landweg over droge grond. Online op de fiets. En dwarslozen graven om het land te ontwateren. Dat heeft te maken met de veengrond. Dat is een soort spons om daar landbouw op uit te kunnen oefenen. Je moet als het ware het water uit de spons onttrekken. Daardoor wordt de grond steviger. Hij klinkt overigens ook in. Dat is natuurlijk niet een probleem. Met dat we langzaamaan onszelf steeds dieper onder de zeebodem aan het pompen zijn. Al eeuwenlang, en het is nu vrij acuut aan het worden, en bovendien bij dat pompen en bij dat inklinken komt heel veel CO2 vrij. Dus dat is echt, daar moet iets op gevonden worden. Dus ga ik nou niet al te diep op in, het gaat me nou eigenlijk even vooral om dat ruimtelijk patroon wat je nog steeds terug kunt vinden. Hier zie je dat patroon van die sloten. Dit zijn dus wat ik noem lines of the brain, ze zijn bedacht. Je kan ook zien, ze lopen allemaal in dezelfde richting. Het heeft te maken met dat die sloten op een bepaalde afstand moeten lopen om de grond goed te kunnen ontwateren. En het heeft vanaf, we lopen hier ergens dat lint, die kabels die hebben een soort diepte. En het heeft te maken met dat ze vanuit de boerderij in één dag te bewerken zijn. Als je dat met de hand doet. Dus ja, dat je gewoon nog één minuut terug kon lopen voordat je je lunch moet gebruiken. Heel grappig, hè? Kon je in de naamgeving ook allemaal terugvinden. Dan aan de achterkant loopt er een soort waslijn. Daar komen al die stroven op uit. En dan aan het eind stond er een molen. En daar werd het water uitgevoerd. Als je goed naar de kaart kijkt, dan zie je dat alsmaar terugkomen. En langs dat lint zijn langzaamaan die woningen zijn steeds dichter op elkaar gebouwd. Ja, boerderijen, maar op een gegeven moment wordt het een dorp en dan staan er woonhuizen. En dan staat er bijvoorbeeld een kerk. Je ziet ook dat lint heeft een beetje zo'n line of the feet-achtig karakter. Een beetje wiebelend, een beetje kronkelend. Er worden de lijnen door zich lopen. Je ziet de herhaling zich in de verte telt het voort. Je ziet de gevels een beetje vanaf de zijkant. Je ziet de dakken wel vanaf de zijkant. Het is anders dan de Amsterdamse grachten rond, die gewoon tjaks, een scherp vlak maakt en je weet niet wat erachter zit. En het grappige is dat, er lopen nog steeds die sloten, daar hier even niet in het dorp, maar tussen de boerderij en de Altmaar sloten, waardoor je weer contact met het open land hebt. Dat zijn deze pijnen. Hier zo, hier, toeks. Je zit in een intiem lint en daarachter is het open. Dat is een
kernkwaliteit, zou je kunnen noemen, die je in hele grote stukken van Zaanstad terugvindt, vaak vervormd en aangetast, maar toch op een bepaalde manier. Dan de volgende gaat over de Zaan zelf. Dit is eigenlijk ook de volgende stap. Want de verstedelijking van onze Zaan begon pas toen hier. Tot dat moment gebeurde het allemaal in twee lijnen. Het zijn Assen-Delft en West-Zaan. Die agrarische gemeente die ik het vorige tekening liet zien. En de landen op het grote eiland aan de Zaan zijn pas bewoond geraakt. Nou, zo'n beetje in de 1400, later 1500, 1600 gouden eeuw. En dan gaat het hard. We zien dat langs de Zaan, dit is bijna de schilderij van Monet. Huizen, bomen, beneden, trappartijen, stijgertjes. Ook wel iets van lekker wonen. Ook mooie gevels, zeker de rijkdom die het uitstraalt. En dwars daarop had je al die sloten. En langs die sloten werd er ook gebouwd, maar dat was dan slag van energie. En ook gemengd met bedrijfjes. Een praam kon je daar goederen aanvoeren. En verder staat een molen. Nou, die molen, dat heeft te maken ook in het juist het open land, dat land van wind en water. Het woeide daar natuurlijk gewoon alsmaar. De molen werd uitgevonden, ook omstreeks 1500, echt de molen die mee kan draaien met de wind. Was toen natuurlijk een staaltje high-tech eigenlijk, een nieuwe bron van energie. Tegelijkertijd lag aan de overkant van het eiland Amsterdam, als toen een wereldstad, hè, in de Gouden Eeuw, het New York van dat tijdperk, het centrum van de wereldhandel, een goed georganiseerde stad, krankzinnig rijk. Nou ja, vanwege natuurlijk ook allerlei oorzaken waar de kranten nou weer over vol staan. Hè? Gewoon exploitatie en zelfs slavernij, slavenhandel enzovoort. In de stad alles keurig georganiseerd. Alle devieze industrieën als leerlooierijen en verfindustrie en waar dus veel soort verdachte chemische stoffen aan te pas kwamen en vieze rookontwikkeling en stank, die werden uit de stad gebonjourd en die streken hier in de Zaanstreek. Dus daar waren de handige handelaren die dachten van, als je in Amsterdam niet kan, gaan wij het doen en dan verdienen we ons geld mee. Dat is eigenlijk door de eeuwen heen een soort verhouding ook tussen Amsterdam, gereguleerd Amsterdam, anarchistisch en liberaal, libertijns Zaanstad, met alle gevolgen van dien. En dan zie je oude kaarten, dat is een beetje moeilijk te zien, maar er stonden dus in de Gouden Eeuw duizenden molens in dat polderlandschap. Langs de Zaan, maar ook echt, je ziet het geschetterd over het hele landschap. Overal stonden die houten beesten te wieken. En verf, houtzagerijen, meelmalen. In dat andere artikeltje wat ik jullie meegestuurd heb, kan je dat lezen. Van wat er allemaal aan spullen geproduceerd werd. En ook wat je er allemaal van kon krijgen. Stoflongen, echt. Dus ook dat anarchistische had iets vrolijks, maar ook iets super ongezonds. Hier zie je een beetje dat beeld van al die wieken wieken. Dit is ook in een schilderij van de weg. En je ziet dat het niet alleen aan de Zaan gebeurt, maar ook een aantal van die vaten van de afgezaan, afkomstig van de Zaan, die met een sluisje op de Zaan aan. Dus eigenlijk vormde de Zaan één systeem met dat hele slotensysteem erachter. En dat was allemaal, je kon varen, dus je kon handelen, kon goederen afvoeren, kon goederen aanvoeren. Een aantal van die sluisjes zijn er nog. Het grappige is, dit was dus een en al bedrijvigheid. Die bedrijvigheid is verdwenen. Die molens staan met een paar naar bijna niet meer. Maar tegenwoordig op een zondag moet je bij die sluisjes kijken.
Iedereen die een bootje heeft in al die woonwijken, peddelt daar naartoe met een motorboot naar de Zaan. Dus het is nu eigenlijk gewoon om daar van het water te genieten, van dat, dat vochtigheidslandschap, is het, zijn die sluisjes natuurlijk super belangrijk. Kun je best een tocht te maken. Dit is een serie, even een serie plaatjes die heb ik vanaf de Leverraad geleend. Die hebben een studie gedaan naar het gebied bij Meneba. Dat ken je waarschijnlijk ook wel, maar ik ga je allemaal kennen. In het noorden helemaal, in de buurt van Wanderveer. En dan zie je dat in zo'n hele spitse zaal, hier op de Beverlandse zaal, de kade, dit drooghouden wordt. En hier staan dan de molens, en daarachter zit een soort patroon van al die sloten. En dit is nog 17e eeuw, dus een reconstructie. Op het moment dat de stoommachine wordt uitgevonden, is er opeens een nieuwe energiebron. Dus al die ondernemers met die windenergie, als het niet waait, dan ligt de handel stil. Dus die dachten van stoommachines, die hadden wat geld, meteen investeren. Dus het was een enorme volgende boom in de Zaanstreek, dat met die stoommachine een volgende klap in de industrialisatie plaatsvond. Dus hier zie je hoe eigenlijk die houten beesten van de molens worden vervangen door een soort stenen olifanten, een soort mastodonten, hele grote gebouwen op dat hele smalle stuk tussen de Zaan en het weggetje en het slot. En het ontwikkelt zich door, dus op een gegeven moment wordt de sprong over de dijk gemaakt. Deze dingen worden alsmaar groter. Ze maken de sprong over de dijk. Je ziet dat ook hier, aan de andere kant van de weg, de industriegebouwen open. Daardoor kan je soms hier alleen onder zo'n loopbrug tussen de silo's door nog de dijk volgen. En later zie je dat dat zich eigenlijk nog verder uitbreidt. Helemaal aan het achterland. En hier zo wordt vaak ook zo'n weg afgesloten. Maar tegenwoordig dan denk je van, god, maken ze fiets toch langs de Zaan, maar godverdomme niet door. Ja, je hebt naar ze kijken, wat gebeurde er toen eigenlijk die net kan lijken destijds? Dat moet je maar ook vinden. Toen zeg maar het achterland allemaal een vaart trok, ja. Wat is er toen in het landelijk gebied gebeurd? Het landelijk gebied? Ja. Als ik de geschiedenis nalees, dan is er een periode geweest dat inderdaad al die molens in het landelijk gebied stonden. En ja, die zijn er eigenlijk weer uit verdwenen en daarna is het gewoon weer agrarisch geworden. Zijn het gewoon een aantal branden of zo? Ja, die houten beesten die vatten ook makkelijk vlam. Dus trouwens die grote stenen gebouwen ook. Er zijn echt dat anarchistische van de Zaanstreek, dat lees je ook in dat stukje wat ik had gemaild. Het thema veiligheid, hè, dat is ook een typisch thema bij de omgevingsvisie. Als je dat in de geschiedenis bekijkt, van nou, brandpreventie en zo, met al die houten huizen, die Zaanstreek was allemaal niet pluis. Je komt ook in het archief allemaal foto's tegen van echt, nou ja, gewoon akelige branden. Van die gashouder die ik net liet zien. Dan zie je dat er daarnaast een enorme brand is. En die pakhuizen van Albert Heijn, dat gewoon, en al die suiker en dat meel, dat brandde, dat lekte brandend de Zaan in. Ja, dan is die Zaan nu voor jaren natuurlijk helemaal smerig geworden. Nou, hier zie je eigenlijk, dat is een luchtfoto uit 1930, 1923 geloof ik. En hier zie je de Zaan kronkelen, dit staat in noorden. Hier ligt de hele scherpe bocht bij Wormerveer. Dat is een van jullie locaties, denk ik. En hier zie je dat dijkje doorlopen met al die bebouwing tussen de dijk en de Zaan. Hier zie je weer al die grote silo's, en soms wel 30 meter hoog. En die staan daar, en dat staan nu puur in het open weideland. Echt, nou ja, over onverwachte combinaties gesproken, dat doemt daar opeens op. Je ziet hier ook de eerste arbeiderswijkjes, die gebouwd werden voor de arbeiders die daar werkten. Dat is hier. Aan de noordkant nog een beetje zo'n hapsnap. Een beetje plukje voor plukje. Maar als je meer richting Zaandam gaat, meer naar het zuiden, zie je ook hier langs de Zaan. Hier zien we die gashouder. Die is helemaal uitgeschoven tot die hoogte. Naar de zuidjes.
Maar hier zie je ook fabrieken. Die allemaal daar helemaal de hele zuin over bezetten. Dus eigenlijk de zuin kon je bijna niet meer zien vanuit de stad. En hier zie je het achterland, de office slopes en die paden. Helemaal volgebouwd met huisjes. Dus langzaamaan is die stad dus helemaal vol geworden en ondoordringbaar, een soort labyrinthisch patroon. En hier zie je hoe die straat er tegenwoordig uitziet. Ja, er kan net een auto in staan, nog eentje langs rijden. Maar het is allemaal zo dicht op elkaar. Ja, je zou eigenlijk, als je die auto's eruit zou gaan, dan zou je denken: oh, nou, eigenlijk wel een leuk, gezellig straatje. Maar je ziet gewoon hoe dat wringt met de eisen van deze tijd. In die zin een beetje van hoe dat, ja, aan de ene kant van de zaak, aan de andere kant van de zaak. En het ontwikkelde zich dus allemaal van paarden. Maar ja, er was niemand die een keer zei: van moeten we niet eens een keer ook, als die paarden steeds langer worden, in de andere richting verbinding maken. Dat was de stad zonder steenbouw. Nou, en dan om de feestvreugde te verhogen, die sloten, dat was natuurlijk ontzettend handig. Dat je overal kon varen, en je had altijd water, dus je kon altijd de was doen. Maar er was geen riool. Dus al die huizen, langs al die paden, die hadden ze ook een voethuisje. Dan ging je gewoon naar de plee, boven de sloot, en dat verdween er allemaal in. Nou, ik weet niet precies hoe het in Zaanstad zat, maar je hebt in ieder geval midden 19e eeuw echt in bijna alle steden van Nederland echt cholera-epidemieën gehad. Daar gingen de mensen ook, denk ik, nog harder aan dood dan aan de corona. En dat is een van de aanjagers geweest van eigenlijk de stedenbouw en van regelgeving. Van als iedereen het alleen op de schaal van zijn eigen huisje en zijn eigen kabel oplost, dan gaat het voor het geheel gewoon echt niet goed. Dus er moeten collectieve arrangementen komen. Collectieve afspraken van hoe doen we dit? Regels, mondkapjes. De eerste regel was van poephuisjes, oké, maar we gaan poeptonnetjes invoeren die nagaan. Die werden opgehaald. Schoongemaakt. Teruggebracht. Kan je je voorstellen? Dit was dus ook een gelegenheid. Deze man heeft er naar een pijp hebben gestoken. Mondkapjes waren toen is van het ook niet van. Dit is het systeem van die poeptonnetjes. Ik las het laatst, is ongeveer omstreeks 1900 ingevoerd. Dat was een enorme vooruitgang. Moet je nagaan. 20 jaar later begint, wordt gezegd, riolering. Dus dan worden die paden en die straatjes worden opengegraven, worden de pijpen ingelegd. Dan komt er opeens een overheid om de hoek kijken, die gaat daarin investeren. Dan komt er ook iets over maatvoering onder druk, van daar past die pijp van in die straten. Later komt de regenwaterafvoer, daar komen natuurlijk rioolinstallaties die ergens in de stad terecht moeten komen. En opeens hele systemen die door die stad uitgelegd worden en die ergens een plek moeten krijgen. Ja, dan moet er iemand zijn die dat ergens situeert. Dan komt de stedenbouw om te doen kijken. Dit is natuurlijk een uiterst actuele opgave, hè? Want er zit natuurlijk ook gas in de grond, gasleidingen. Gaan we dat warmte net maken? Water eruit, hè? Het water eruit, al die verharding, hoe gaan we met water om? Eigenlijk dat hele spel van het metabolisme van de stad. Wat komt erin? Wat valt erop? Hoe komt het in de bodem? Hoe voeren we het af? Hoe kunnen we daar een evenwicht in creëren? Vraagt dat nog steeds om allerlei pijperijen en stelsels. Die pijpen, dat is ook weer ruimtebeslag. Dat ga je in het ontwerp voor de openbare ruimte onmiddellijk tegenkomen. Van, er moet nog een zone bij. Waar weer geen bomen kunnen staan. Of waar geen verharding boven mag liggen. Of alleen maar die soort verharding. Nou, kortom, stedenbouw. Dan nog even iets over de zaal, over de ruggengraat. Dit onderwerp dat doe ik vrij uitgebreid. Dit is ook weer een moeilijk leesbaar kaartje. Maar je ziet het,
Als je de hele zaal volgt, wij ontdekten toen we daarmee begonnen, vanwege die supervisie. De zaal heeft vele gezichten. Het is niet zomaar mooi aan het strand water, maar hij heeft heel veel verschillende gedaantes. En we hebben nog de 7 zalen genoemd, die ga ik niet allemaal naar. Maar om te beginnen hebben we hem als het ware uitgetekend. De bebouwing weggelaten, maar vooral het water laten zien. En hoe die bron komt, en misschien de belangrijkste bruggen, de belangrijkste gebouwen, daarin zichtbaar zijn. Dan zie je dat het eerste stuk eigenlijk vrij recht, en de hele sluizen zijn ook nog vrij recht. He, dan, dit is bijna een soort gracht of een kanaal met appartementengebouwen aan weerszijden. Dit waren vroeger allemaal fabrieken, appartementengebouwen. Bijna symmetrisch, maar hier een ingesloten boom en hier nog steeds de afwisseling van booggebouw. Een beetje dat een echo van Monet, zou je kunnen zeggen. Als je verder naar het noorden gaat, hier ligt Kogerveld, dan heb je hier een A8. Hier begint hij opeens te kronkelen en te draaien. Zijntakken ligt een heel schiereiland in. Hier ligt grote industrie, maar hier wat kleine bergjes en houten huisjes. Hier gaat het verder naar de Staatse Schans, van die molens. Dan heb je opeens aan één kant de stad en aan de andere kant het open landschap. Wat je ook ziet is dat, hè, hier waar je die oud, hier heb je dat schiereiland, hier ligt Kogerveld. Dat zodra de rivier begint te kronkelen, dat stelsel van die sloten ook begint te wiebelen en allerlei rare vervormingen ondergaat. Daar gaan we het volgende keer, wat mij betreft, verder over hebben. En als je verder naar het noorden gaat, dan kom je helemaal een bijzondere plek tegen, dat is waar we samen. Opeens een hoek van bijna 90 graden maakt, dan hoor je het weer. Ja, heel bijzonder, want hier is opeens openbare ruimte aan de zaal. En al die andere plekken waar die fabrieken en die woonhuizen ertussen stonden, waardoor je de zaal niet kon zien. Daar is dit grote uitzondering op. En dan gaat hij verder door, en dan kom je hier waar het ook weer uit naar het Oogland. En dan staan ook die grote industriecomplexen, die je straks even niet zien, van molen naar stoommachine. Naar Silo, die staan daar ook bij. Nou, dus de zaal, zeggen we, is een soort rijgraad, een herkenningslijn, een fantastische potentie natuurlijk, ook aan te wonen en te verblijven. Er wordt tegenwoordig weer in gezwommen in de zaal. Nou, dat is echt voor Zaanstad een revolutie. Dat is een totale omslag van hoe je naar je eigen stad kunt kijken, als iets van of dat je ervan kunt genieten. Onderdeel van de openbare ruimte, maar nog steeds ontzettend moeilijk bereikbaar en zichtbaar. Het aantal plekken waarbij, als er even iets open is, dat er een parkeerterrein staat met een heerlijkwerk eromheen. Nou, dat was de grote strijd om onze supervisie, om of je daar niet gewoon aangename verblijfsplekken van kon maken. In een stad zonder een echte traditie van stedenbouw kan je ook een beetje voorstellen wat voor een strijd dat misschien gebeurt. Een vraag over zelf. Ja? Is het natuurlijk heb je überhaupt in samenwerking met onze parkeerkelders en garages? Ja. Is dat wel helemaal niet in de hand? Nou, het, ze zijn er wel. Ze zijn er nu onder andere in het nieuwe centrum bij het station in Rotterdam. Daar gaat het zelfs 3 lagere grond in. Dat is natuurlijk een hyperinvestering geweest. Ze zijn er wel. Ik kreeg de afgelopen jaren alsmaar te horen van dat doen we nooit meer, dat kunnen we absoluut niet betalen. Dat was natuurlijk ook wel de tijd van de economische crisis. En er wordt nu 1 project op die oude gasfabriek gebouwd, waarbij er in ieder geval een halve minuut parkeergarage wel wordt gemaakt. Die is nou gewoon in aanbouw, dus dat is gelukt. Maar dat is vrij uitzonderlijk. Dus, want moet de gemeente ook aan mee betalen? Nou, dat is daar volgens mij niet eens gebeurd. Dat is dan toch uit de exploitatie van dat. Dat zou wel goed worden. Dat is ook een goed woord. Dat is ook goed. Maar ja. Ja, ja. Nee, maar goed, er staat dus ook die parkeeroplossing. Daar staat een enorme druk op. Want, nou ja, wat ik zei, die drassige bodem is natuurlijk wel super duur om een parkeergarage te maken. Ondergrondse parkeergarage.
moet een waterdichte kelder zijn. Nou, dat is, Nou, even iets dan, hier ga ik heel snel doorheen. De derde kernkwaliteit is het Noordzeekanaal, het Noordzeekanaalgebied eromheen. He, dus je hebt de Zuilen in Noord-Zuidrichting. Die kwam uit op het IJ. Het was gewoon heel groot open water, een zeearm van de Zuiderzee. Met hier Amsterdam, open verbinding met de zee. En dat is toen van de Afsluitdijk afgelopen, maar dit heeft in de zin gevonden. En tegelijkertijd is het Noordzeekanaal daarin uitgespreid. Dus dat is hier zichtbaar. Het is hier een landschap met al die slootjes. Hier een hele grote impact. Helemaal lines of the brain. Een kanaal er doorheen. En nou ja, in plaats van dat je een uur moest varen met een zeilboot. Van Zuidstad naar Amsterdam, kon je natuurlijk nu over land en dan met een pontje met een brug. Nou, één brug, een spoorbrug is er gemaakt, een brug. En die spoorlijn die ontsloot vervolgens Zuidstad en die is ook enorm belangrijk geweest voor het vervolg. Eigenlijk de ontwikkeling van een soort bandstad. En hier is het Noordzeekanaal. Hier ligt de Hemdenbrug. De spoorlijn naar Zaanstad, en dan vervolgens op afstand langs de Zaan loopt, en hier doorgaat richting Alkmaar, en die eigenlijk met stations al die dorpskerken langs de Zaan ontsluit. Fantastische ondersteuning natuurlijk. Om alle bedrijvigheid daar, niet alleen watertransport, maar ook transport per trein, industrie ging groeien, nog weer meer arbeiders, huisvesten, de dorpen gingen groeien, maar. Het werd ook aantrekkelijk voor hen, zegt Amsterdam. Dus, nou, wat je ziet is dat, hier zie je weer even een soort schetsje, de Zaan, de fabrieken. Hier zie je de nieuwe spoorlijn die aangelegd werd. Hier voor het eerst bijna ook ingrepen in de stad zonder stedenbouw, er werden stationsstraten bedacht. Over hoe je vanaf de Zaan bij het station. Het station was echt een modern, nieuw, trots ding, dus het kreeg een mooi klassiek gebouw aan het eind van die straat, een soort presentie van hoe je welkom geheten werd in de stad of naar buiten toe. Langs de stationsstraat verscheen vaak een wat chicere bebouwing en die werd mooi in de bomen gezet. Hier zo, nou, waren we langs al die paden en sloten nog nooit tegen. En vervolgens zie je dat in de flanken, bijvoorbeeld ook hiervoor, wordt zo'n soort forense dorpje gebouwd, een beetje de jaren 30 stijl, van huizen met kappen en erkertjes. En dat is een beetje deze wereld van het plantsoen aan te wonen, de forense in de 30e jaren woning, maar ook vanaf het moment dat de woningwet inging in 1901, dat er voor de arbeiders ook een soort tuindorpen gebouwd werden. Niet meer allemaal die losse houten huisjes, maar stevige stenenwoningen in grote gebouwen, het liefst om een soort pensioen als verbetering van de woonomstandigheden. En ik vermoed ook dat er niet meer een poephok in de achterkant zat, maar dat je misschien wel hier gewoon weer in de straat. Dus enorme verbetering van de woonomstandigheden. Soms volgen ook bijvoorbeeld deze parklaan, volgt eigenlijk nog steeds het oude patroon van die sloten. Maar soms werden ook die tuinborgen, ja, dan kwam er een architect of een stedenbouwer die zei, nou, maak je hier een plantsoen, draaien het een beetje een mooi uitzicht. Of een beetje romantiek kwam erin, zelfs met af en toe kronkelstraten. Dus opeens een nieuw soort taal van nieuw soort invloed in de plattegrond van de stad. Als je dat het geheel bekijkt, dan zie je eigenlijk hier het gezicht op de Zuil, hier de spoorlijn, dit was dat stuk van de zien met al die dichtgebouwde straatjes, dat hele labyrinthische. Je ziet dat dat naar de andere kant ook gebeurt, maar je ziet ook dat het veel meer in van die regelmatige straten gebeurt, met rijhuizen, een soort tuinlopen hier zo. En je ziet hier voor het eerst dat er ook een lijn parallel langs de Zuid ontwikkeld wordt.
Want ik zei, hier was het zo moeilijk. He, hier kon je bewegen. En daar kon je bewegen. En hier kom je van hier naar daar. Is bijna niet te doen. Is nog steeds heel veel. Hier wordt voor het eerst in de stad zonder stedenbouw een stedenbouwkundige ingreep gedaan. En deze reden te maken. Voor een lijn die enigszins op afstand is waar de wet dus samen meestal. Ik vermoed dat die van de hand van Piet Verhagen is, stedenbouwkundige. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, je ziet dat je hier, dit waren natuurlijk die kavels die zo lagen. Hier had je zo'n vaart aan de achterkant waar het water werd afgevoerd. Hoe zijn die kavels? Dat kan ik straks nog even. Dus nou, eigenlijk een soort langwerpig, een beetje een bandstad langs de Zaan, langs de spoorweg. Een unieke langwerpige vorm. Nou, daarvan hebben wij ook gezegd van, koester dat nou als Zaanstad? Gaat die band niet steeds verder opdikken? Want juist aan de ene kant hele goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. En aan de andere kant de nabijheid van het landschap is een enorme kwaliteit. Maar wat je wel, het schept misschien niet in je verdiepende locaties, maar dat spoor wat daar loopt, en er is ook nog een provinciale weg meteen langs gelegd, dat is ook wel een enorme barrière tussen die band en het landschap. En ook tussen de bandstad en de wijken die inmiddels aan de westkant van die stad gebouwd zijn. Nou, dan krijgen we een volgende episode en dat is echt dat stedenbouw toeslaat. Dat is de periode na de oorlog, met natuurlijk een enorme woningnood. Met ook een enorme nieuwe boost voor de industrialisering, met elektriciteit en eigenlijk al een beetje de schaalvergroting, met vrachtauto's die voor de transport konden zorgen. Dus, even kijken. In die tijd, als ik eraan terugdenk, ik was toen een jongetje, maar het had een soort optimisme van, nou zeg, vooruitgang, welvaart, voor het eerst ook voor de arbeiders, woningen met licht en lucht beschikbaar, groen in de stad, maar ook een soort, achteraf gezien bijna een krankzinnige radicaliteit, want we gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. En we gaan ook echt stevig grootschalig aan de slag. Hier op het Oostzeekanaal. Hier heb je de havens van Amsterdam. Nou, waar ze net mee begonnen voor een wonders te gaan, nog eventjes door. Maar we gaan het alleen aan de zuidkant van het Oostzeekanaal in Steekhavens graven. Aan de noordkant ook. Dus dat hele industriegebied van de havens bij Amsterdam werd verdubbeld. En zoals aan de zuidkant een snelweg liep, een spoorlijn. Zou hier ook een snelweg op een spoorlijn komen? Zou gelijk doorgaan naar de Hoogovens bij de IJmuiden? Dus echt een soort enorm industrielandschap werd daar voorgesteld. En dan, nou ja, dan lag er ook een stad bij, en dat was dan om te wonen. En, ja, dat was natuurlijk met al die dorpskernen en zo. Ja, dat was allemaal zo inefficiënt. Dan maken we daar ook één stad van. Dus in die tijd is ook bedacht om. Het waren toen 7 gemeentes. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Assendelft, Krommenie, nog eentje geloof ik. Hier voegen we samen en ook daar gaan we stevig aan de slag. Hier zie je door even die band van die zwarte luchtfoto zag, met die nieuwe Noord-Zuidweg. En hier zie je dat hier een grote nieuwe woonwijk werd toegevoegd. En een snelweg naar Amsterdam, die hier naar het noorden door kan gaan. En ja, dit is heel fascinerend, dit is een enorme vlakke. Die werden ook helemaal opgehoogd met zand. Daar werd lekker losgebouwd met industriële rijtjeszorg, maar ook met van die enorme galerijflats. 12 verdiepingen hoog, elementenbouw, langs de kraanbaan. Maar tegelijkertijd zo ontzettend fascinerend is, is dat eigenlijk die oude waterlopen waren. Ik zie je nog terug in de kaart. Dit is de gouden, dit is een oude waterloop, die loopt hier helemaal door. Tot hier aan toe. Dit is de weer, dat is ook een oude waterloop.
Maar goed, hier loopt hij door. En hier de watering, ook een oude waterloop. Dus het grappige is dat eigenlijk de industriële stad die toen gebouwd werd, met al die nieuwe systemen op kale zandplakken, dat die toch, ja, misschien wel bijna per ongeluk of echt pragmatiek, helemaal werden ingevoegd in dat basispatroon van die waterloven. Waarom laat ik het zien? Onder andere omdat hier dit Kogerveld, dit is het Kogerveldwijk. Dus nou ja, dat in die verbrokkelde stad van Zuidstad, maar dit is nu echt eigenlijk een fantastisch ding geworden. Hier zie je, dit is eigenlijk een nagetekende luchtfoto. Hoe een van die waterlijnen de gauw, als een slimme wind, helemaal groen, met de langs oren, een grote vest langs, helemaal door de stad heen loopt. Hier de weer. Deze is vrij romantisch en kronkel, dit is wat strakker. Hele monumentale bovenlaan, helemaal in de platanen gezet. Ja, geweldig. Ook de riantheid, waarmee daar eens een keer een gebaar is gemaakt in die stad, die alsmaar van kaveltje, kaveltje, huisje, huisje, wordt opeens een grote adem ingebracht. En hier zie je die weg opwees, die Noord-Zuid weg, en we hebben hier wel een foto gemaakt, net op een mooi plekje, waar we ook tussen de Ventweg en de Hoofdweg. Nog bomen staan, dus ik heb een beetje een echo van met de zaal meebewegen. Als je er echt gaat kijken, iets verderop, dan is het nog eens helemaal geasfalteerd, de voorstructuurvakken, en bushaltes en busbanen. Is het niet meer om aan te zien, maar de basis ligt er wel. Nou, dan gaat hier even weer terug. En hier zie je dat patroon. Nou ja, wat belangrijk is van heel Zaanstad bestond, is eigenlijk allemaal winter in de Noord-Zuidrichting, sloten in de Grasleggen, paden en kleine richtings. En langzaam wordt het een ladder. Er zijn meerdere Noord-Zuidwegen of mijnen, en daartussen zijn alsmaar kleine dwarsverbindingen. Die Noord-Zuidlijnen die geven eigenlijk structuur. Voor zolang als het duurt, soms wordt daar bijvoorbeeld doorheen gehakt en zit er een barrière of kun je niet oversteken. En die Oost-Westlijnen is als het ware de detaillering. En die, soms sluiten die heel mooi aan, maar soms ook helemaal niet. En raak je de weg kwijt en stuit je opeens aan een achterkant of op een bevoorradingsstraatje of een weg. Dus naar deze tekening is het helemaal goed om te zien, maar hier zie je eigenlijk even heel Zaanstad tekenen. Met hier de zaal, hier de oude lijnen van Assendelft en Westzaan, die worden in de lijn. Hier de spoorlijn van de Provinciaalweg. Oh, die lange werkelijkheid. Hier zie je hoe die plak van de woonwijken opgelegd wordt, hoe daar het groen wordt uitgespaard. En hier zie je eigenlijk heel goed hoe de snelweg in het zuidelijke stuk die richting nog volgt, en hier is het wat breder. Dus zo is het hele bocht hier gekomen. En hier zie je dat het gaat niet alleen om die snelweg die zo bouwt, die gaat eigenlijk de snelweg af in de stad in, hier loopt de spoorweg doorheen, hier loopt de hoogspanningslijn doorheen. Nou, hier is een soort snijmachine over de stad heen gelegd van de Welsen. Met lawaai, oversteekbaarheid. In al die stukjes zijn er verschillende manieren ingevuld. Hier werkt het gewoon schalig met allemaal andere verschillende vestigingen die nu ook hebben. En hier met een soort stukje waar we misschien wel gezien hebben als je er al geweest bent, maar echt nou, de anarchistische stad van hier heeft de een dit gedaan en de ander dat gedaan. Ik heb ooit een klein oorspuntje, zo'n tuinbordje ligt erin, en dan weer een moderne bedrijfshal. Nou, echt een ongelooflijk rommelzootje. Ja, of is dat de Zaanse mix? Dat is Zaanse mix. Het is ook Zaanse mix. Ja, en er staat een school naast een bedrijfje en misschien ja, een stage lopen. Er staan twee supermarkten vlak naast elkaar. Maar twee. In godsnaam.
Er staan autohandelaren met alle buitenruimte. Er staan openstentoon gesteld en er staat een heer als ik werk omheen met prikkeldraad erop onderstand, dan kan je erbij komen. Fabrieken, voor een deel leeg, voor een deel broedplaats, heel interessant. Misschien gaan we daar volgende keer dan een keer beginnen en zou ik een lezing kunnen geven. En je hebt ook een manier, ja, het is heel klein, maar in de plek waar de zaken zijn, zit een bloedboot op standplek. Nou. Dus kortom, er zit ook van alles wat je er op het eerste gezicht niet zou vermoeden. Dat hoort weer een beetje bij die stad van de onverwachte combinaties en de bizarre contrasten. Maar ik vond ook wel, er zitten stukken in die straten zo'n armoede uit. Ik vond echt, dat doet een beetje pijn aan je hart. Alsof je in de jaren 40, 50 ging. Ja, je bent af en toe bijna 50 jaar terug in de tijd. Ja. Ja, waar zijn padhuizen en zie je wat toilet op een douche. Ja, dat je nog bijna denkt van. De poeptonnetjes daar nog gehanteerd worden. Nou, dit is ook weer even een soort beeld. Hè. Hier zie je eigenlijk dat die nieuwe bovenveldwijk in aanbouw is op de zandvlak. Hier zie je die gauw. Die liep vroeger zo goed, het werd wel even aangepast, want de gebouw moest in andere richting zijn. Hier loopt de snelweg nog niet, die is hier later aangelegd. En hier zie je hoe die snelweg, nou ja, ook als een beest, maar binnen komt denderen en met afritten hier. En, ja. Dus we hebben heel erg hun best gedaan om daaronder de wereld met een skatebaan en een Albert Heijn en zo nog leuk te maken. Maar het is toch. Hè? Hier staat de oude kerk van de Koog. Hier is het stadhuis, dat was vroeger in het plein. Ja. Dus nou ja, wat, kijk, deze episode die ligt natuurlijk enorm onder vuur. Die seriematige woningbouw. Daar stapelen de sociale problemen zich ook op. Het is heel veel, heel goedkope bouw. Het is heel eenzijdig. Het zijn heel veel kleine woningen. Tegelijkertijd vond ik het belangrijk om te benadrukken dat er ook een aantal waarden zijn, zoals het groene woonmilieu en de parkstructuren. Het gekke is, het is 70 jaar geleden gebouwd. Dat is nu tot volle wasdom gekomen. Daar zie je prachtige platanenlanen van. Daar zit als het ware het kapitaal nu bijna meer in de openbare ruimte dan in de bebouwing. En het is zo ontzettend belangrijk om dat naar waarde te schatten. Want het is ook zo makkelijk om te denken van, nou, we moeten die woningen vernieuwen. We moeten extra parkeerplaatsen bij. Hup, de kettingzaag in de boom. Ik denk dat hier bomen en sowieso al een moeilijke combi. Dus je zou kunnen zeggen, er staan wellicht meer gebouwen dan woningen in het aanschrijven. Ja, ook dat is zo. Ja. Ja. Precies wat je zegt, het voelt zich veel naartoe. Nou, en wat dus heel ingewikkeld is, is ook van die periode, de auto wordt natuurlijk heel dominant. Dus die lines guiding wheels, hè, met dat inrichtingssysteem, die gecombineerde beweging. Werd heel dominant met die afslagen en die rotondes. En daarmee zijn hele grote stukken van de stad ook heel slecht toegankelijk geworden. En kun je moeilijk vaak van de ene buurt naar de andere buurt komen. En met name die Kogelveldwijk, die zit zo gek in zo'n soort fietszak. Tussen de spoorlijn en de. Nee, het loopt uit in zo'n punt. En dan loopt het gewoon dood. Dat kun je niet verder. Als je daar aan het eind woont. Hoe dat is hoor. Nou, dan een volgende kernwaarde. Ik ben echt zwaar uit de tijd aan het lopen, maar ik ga toch even door. Deze doe ik even kort. Je hebt dan eigenlijk een volgende episode, zo'n beetje vanaf de jaren 70, dat Zaanstad vooral als woonstad verder ontwikkeld wordt. Dat de industrie is zich ook aan het reorganiseren, moet schoon worden, moet aan milieuregels gaan voldoen, voor een deel trekt hij eruit. Is ook natuurlijk de periode van globalisering en dat er heel veel industrie naar ontwikkelingslanden verplaatst wordt. Ook een periode van eigenlijk een nieuwe armoede van mensen die daar vroeger een brood verdienden in de industrie.
nu ja, iets anders moeten verzinnen. En bij sommigen lukt dat, bij anderen niet. Ook migratiekwesties van in de industrialisatiefase werden Italianen en Turken echt als gastarbeiders naar de stad gehaald. Daar zijn natuurlijk die gezinnen komen wonen, die zitten nu in bepaalde wijken bij elkaar. En ja, daar hebben ze eigenlijk de kansen om vooruit te komen, zijn er soms ook echt gebrekkig. Maar alles bij elkaar betekent het dat de stad wel veel veelzijdiger is geworden. Dus naast de oude paden en de 30 Renzenwijkjes en de grote flatwijken heb je ook soms hele plezierige groene woonwijken, een beetje bloemkoolachtig, dan weer meer Vimex. En tenslotte, wat natuurlijk de laatste jaren is gebeurd, is dat er opeens ook verdichting in de stad op gaat treden. Hier zie je zo'n oude wind, hier is zo'n 50 jaar, hier naar de 70. Een beetje gezellig verkaveld met laagbouwhuizen, maar uiterst charmant gedaan met oude slozen en bruggetjes. En hier zie je wat er rondom het centrum gebeurt, waarbij opeens. Een beetje uitrekken van de sensatie. Daar gaan we nog een keer apart over hebben. Nou, daar gaat overigens wel dit ook over, dat het was natuurlijk een aaneenreiging van die 7 gemeentes, bijna 7 dorpen. Zaandam iets stedelijker. Wat je ziet, dat een deel van de stad, die heeft nog steeds die dorpse sfeer. En Zaandam is langzaamaan steeds stedelijker geworden. Ook in de slagschaduw van Amsterdam. Station Zaandam is natuurlijk 10 minuten te rijden vanaf Centraal Station. Echt super goede verbinding. Dus voor forensen aantrekkelijk, maar ook langzaamaan misschien wel eens interessant voor mensen uit Amsterdam om in de Zaanstad iets te gaan doen. En daar gaat eigenlijk dit over, dat je daarmee op die oude dorpscentra, die doen nog wel iets naar het centrum van Zaanstad, is het allemaal wel bezig geworden. Maar er zijn ook nog een paar andere centrumachtige plekken. Dat is onder andere die hele medische cluster bij Zaans Medisch Centrum. Grenst weer een Kogelveldwijk. En het is ook een zaanbocht bij Wormerveer. Want Zaandam is voor het zuiden, is Wormerveer een beetje voor het noorden. Niet zo'n opgehipt winkelcentrum als daar, maar er zijn nog steeds heel veel branches die ook voor de rest van Noord-Holland nog steeds interessant zijn. Dus dit zijn eigenlijk een beetje de uiterste van Zaanstad, de dorpse sfeer. Dan praat je over de heg, waar je op je eigen kabel staat en de buurman tegenkomt. En de stadse sfeer, waar drommen mensen lopen, waar je met elkaar niet kent. Waar wel eens een spel gaande is van zien te zien worden. Waar je op een bankje kunt zitten en dat mensen aan je passeren. Eigenlijk meer een soort theatrale wereld dan dat intieme en persoonlijke van de dorpen. En dit gaat zich ongetwijfeld verder doorontwikkelen. Dat is ook echt de bedoeling. Het is natuurlijk heel leuk dat je in zo'n stad of in zo'n zaanstreek op die sfeer nog aantreft. Daar zit een soort rijkdom in die ook voor de toekomst van betekenis. Nou, dit is even over het centrum, daar ga ik verder niet op in, maar even. Dit is ons centrum nu uitziet. En dit is zoals het er 20 jaar geleden uitzag. Echt. Je kunt het niet begrijpen dat het dezelfde plek is. Dat is een verhaal op zich. En nou, dat polycentrische van de Zaanstreek. Hè, dit is het Zaans Medisch Centrum. Dit is het stationje bij het Kogelveld. Dit is wat je voor Ruitenbeek voor getekend heeft. Als het daar ook gaat verdichten en gaat verstedelijken. Dat is misschien een nieuw station. Nou, als dit ook jullie locatie is, ga je er ook mee te maken krijgen. En dit is de bocht bij Wormerveer, de enige plek waar de echt opmaakt aan het watergrens. Vouwt zich dat om het water heen. En open landschap ligt werkelijk 50 meter verderop aan een halte waarmee je naar Amsterdam kunt reizen. Maar je ziet gewoon een natuurgebied liggen waar allerlei vogels broeden. En, zelfs ook Natura 2000 is.
Dit is een onderwerp voor een volgende keer, denk ik. De Zaanse menging heeft een lange geschiedenis. Woonhuisje, scheepswerf. Gewoon bij elkaar op schoot. Later de grote industrieën, maar met de directeursvilla daarnaast. De moderne variant, Rijtjeshuis uit de jaren 60. Daarnaast de ketens van. Het is voedingsindustrie, maar het zit eruit. Dat is een olieraffinaderij. Onwaarschijnlijk wat je zo al tegenkomt, hoor. En nou ja, dit is de droom van hoe je misschien die menging van wonen en werken, die natuurlijk echt een item is. Zeker nu in coronatijd. Werken weer voor een deel thuis. Maar hoe je daar ook maakindustrie in op kunt nemen. Ook ten opzichte van de arbeidersbevolking van Zaanstad. Allemaal hele interessante vragen. Nog een kernkwaliteit, dat is wat we noemen het eigen idioom. Of een bepaalde stijl of iconografie van de stad. Die je natuurlijk heel erg met die geschiedenis van die hardbouw te maken. Die een soort moderne herinterpretatie heeft gekregen via het werk van Sjoerd Soeters. Daar gaan we het ook een keer apart over hebben. Maar ook het verhaal dat het niet alleen om die houtbouw gaat, maar dat er ook een traditie is van grote stenen industriegebouwen, dat er een traditie is, een spaarzame traditie, van sculpturaal ontworpen openbare gebouwen, zoals het oude postkantoor bij de sluis. En nou ja, er is natuurlijk nog een hele periode van modernisme in die woonwijken zoals Kogelveldwijk. Die maakt ook deel uit van de taal van de stad. Apart onderwerp. Ik denk week, niet de volgende keer, maar de keer daarna. Dan een laatste, en dat is nog wel belangrijk, dat zijn de Zaanse lijnen. En ja, eigenlijk heb ik het daar impliciet al heel erg over gehad. Hier kijk je even in een soort vogelvlucht over de stad, waarbij een heel aantal van de lijnen eruit gehaald zijn. In die zaal van Vruggegraven en hier op de Oude Linten. De waterlopen die hier opgenomen zijn, de Parallelstraten. Wat ik noemde een ladderstructuur. De staanders van de ladder, die bewegen als het ware toch indirect mee met de zaal. Die worden een beetje uit hun geometrisch verband geduwd. En dat zie je terug in het landelijk. Ja, dit is een soort narrative line. Je ziet waar wij naartoe gaan. Oh, misschien straks daar naartoe. Er wordt een soort verwachting gelegd. En dat geldt hier in het mooie deel van de Rieboudstraat. Ook als je hier komt. Zal ik je verklappen dat je teleurgesteld wordt. Maar nou ja, ik vind het voor de stedenbouw, voor de toekomst echt een opgave. Hier zijn ook allerlei aannames over dat het openbaar vervoer hier een soort hele belangrijke lijn gaat vormen naar Amsterdam. Misschien dat we een trend in. Een ontwerpopgave van de toekomstplan. Hoe ga je dat doen? Kan je iets van die oude kwaliteit terugbrengen? Hoe moeten die auto's er dan uit? Waar komen de mobiliteit? Hoe gaat dat in de toekomst? Nou, voor mij superbelangrijk om je te realiseren. De meeste steden die we kennen zijn concentrische steden. Vanuit de middeleeuwse kernen begonnen, met vaak een markt en een kerk bij elkaar. En dan een structuur van radialen en ringen. En dat is ook vaak de manier waarop je je in zo'n stad oriënteert. Oh, hier zit ik in, op een lijn die naar het centrum gaat. Of ervan af. Hier is, oh ja, dan beweeg ik er als het ware omheen. Het zijn vaak ook tijdslagen. Zaanstad. Niet. Daar gaat het om die Noord-Zuidlijnen, de oude linten, de oude rivieren. Om de parallellijnen die ontstaan zijn, de dwarsporten die zijn aangebracht. Daar oriënteer je veel meer vanuit het idee van, oh, nou beweeg ik van noord naar zuid. Nou beweeg ik parallel aan de Zaan. Je kunt een zeker besef hebben van ik zit vlak langs de zaal of ik zit op afstand van de zaal. Je hebt ook altijd een vermoeden van nou, dan op een gegeven moment wel naar de volgende staande.
En dat het systeem als het ware zich voortzet. Alleen, het is wel heel erg een gemankeerde bal in Zaanstad. Maar is de hoogte nu weer een soort circus. Kijk, deze gaat gewoon te doen, dat is die provinciale wet. En hier volgt u de zaal. Hier buigt u opeens naar het westen. Dan ben je de zaal opeens helemaal kwijt. Maar hier, dat is die Wieboudstraat, die onkelijn waar ik het over had. Dan denk je, nou, je gaat langs de zaal, je buigt hier opeens helemaal terug, maar een soort kroon. En eindigt midden in een woonwijkje. Er zijn lijnen die. Als ik hier wil komen, moet ik eigenlijk alles structuur, ik moet een soort vrouw, maar ik wil onder mezelf doordraaien. We zetten geen en dan schijnen die ergens te komen. Ik ben al totaal richtingsvervoegd. Nou, zo, hè? Lijnen die doodlopen, die een kreeg maken, ga zo omhoog. Hier is het nog een keer groter in beeld gebracht. En dan is het grappig, eigenlijk de landstructuur die kun je dus hier herkennen, met al die onregelmatigheden van dat de staande doodloop met die weg enzovoort enzovoort. Maar hier krijg je inderdaad dat de bewegingen zo gaan en zo gaan. Hier loopt nog wel een soort oude landstructuur heen. Dat wordt samen eigenlijk veel meer een soort grid, waarbij die richtingen even water worden. Misschien dat bijna een soort raster staat. In plaats van de landen. En hier zijn we eigenlijk nog steeds heel erg structuren die aan één enkele lijn hangen. Nou, dit is een soort puzzel die waarvan ik dacht van, daar gaan we misschien eens eventjes op oefenen. Hier even helemaal aan het eind en dan die verweving met de regio, die is natuurlijk alles van op de achtergrond aanwezig. Hoe ligt Zaanstad nou eigenlijk in de wereld? Nou, via het water destijds met het New York van de 17e eeuw verbonden. En via de Zuiderzee in een globalisering van die tijd opgenomen. Over land natuurlijk problematisch, dat altijd. De veerboot, de veerdienst die je nodig had, losse kernen, maar in wezen, als je een structuur nu ziet, in dat zich verlicht tot een lop die nou Amsterdam vastzit. Het is overigens nog zeker nou gebied wat er een soort breuk in veroorzaakt. Dan zie je er moeilijk doorheen, het is allemaal in de street, op je fietsje. Nou, ook wel, maar elektrische motor aan de zonpark. Maar nog steeds, de zaal is opgegraven. Beperkte dikte van de band, heel groot raak van het landschap. Hier het landschap helemaal tegen Bonnefeer aan. Komt dus ook ja, voor een verdichtingsoperatie, hartstikke interessant. Is daar een breuk ook? We zitten in Zaandam, Zaanstad, wel ook, en dat hebben we ook de laatste jaren weer herontdekt door veel onderzoek te doen over hoe ontwikkelen de delen van de stad. Er zit wel een groot verschil tussen dit deel en dat deel. Dat is natuurlijk gewoon ruimte nodig, omdat het hier heel goed is. Maar het heeft er ook mee te maken dat dit is een citystation. En hier is dus veel stations, hier is de relatie met Amsterdam veel directer dan daar. Hier komt het om de 5 minuten, de trein, hier om 12 uur. En dit is veel meer forensisch. En dit is meer dorps. Voor de relatie tussen Amsterdam Noord. Oh, dit, ja. Dit is natuurlijk. Dat is eigenlijk aangenomen. En we hebben er nou niet veel over verteld, ook omdat de locaties die nu nog over en daar liggen, maar eigenlijk de allerbelangrijkste opgave die we voor Zaanstad is om dit te maken. Met een openbaar vervoerlijn. En dus ook niet alleen een fonds om contact te maken met de zaal, maar ook contact te maken met het einde van het Zeekanaal. 12 uur. Zo, dat was zo goed of niet. Maar.
maken we even 3 meter workshop en is het gaat. En de theorie, je weet, stopt die dan. Hoe heb je de ervaring?